Kijk, Sjoerd, de Veronica Replica Studio. Die ronding ook, ja, oké. Okay. Die kijk net op, ja, cool. Ja, dit is hem. Komt hij bekend voor? Of, Jazeker. Jazeker. Heel wel iets. En de kaart en de Sony Vex erin. Ja, ja. Alles. Verdomd, hè, ja. Cool. Onze gast van vandaag begon op zijn 14e met het maken van muziek. Geïnspireerd door onder andere de Beatles. Zijn eerste concert, Paul McCartney & Wings, bezocht hij in 1975. Hij begon in 1980 als technicus bij de NOS, waar hij verantwoordelijk was voor een legio aan radioprogramma's en muziekproducties. Hij maakte jingle en muzikale producties voor zijn eigen bedrijf Kino Productions, speelde en speelt nog steeds in vele bands, waaronder de LSB Experience. Hij weet nog steeds niet of hij zich technicus of muzikant voelt. Dames en heren, Sjoerd van den Broek! Ja! Geweldig. Ja. Sjoerd, van harte welkom in Veronica Studio 3, de Hit Radio Veronica Replica Studio. Ja. Je hebt net al even rondgekeken. Wat vind je ervan? Ja, het is indrukwekkend inderdaad. De mengtafel, daar heb ik toen ook op gewerkt. Ja. En vooral ook de jingle machines, echt met de cartridge machines. Maar de hele manier van hoe jullie het gebouwd hebben en de tape recorders. Het is echt trip down memory lane, zeg maar. En een super eer om hier te zijn. De radiotijd is natuurlijk de mooiste tijd wel van mijn leven, kan ik zeggen. Toch? Het is het begin van heel veel dingen, laat ik zo zeggen. Qua hoe je met je werk en met je collega's gewoon. Dat gaat verder dan alleen maar collega's. Dat gaat echt samen radio maken, muziek maken. Prachtig. Ja, hele mooie tijd. Tof. Nou, we gaan even terug naar. Ik zei het al net, 14 jaar. Begon je echt toen met serieus met muziek maken? Of kreeg je toen een gitaar of zo in je hand? In een nutshell, wat soms voor mij ingewikkeld is. Maar goed, mijn vader was vroeger ook muzikant. En die had, op een gegeven moment hadden wij een hemmetorgel in de kamer staan. Oh, wow. Dus dan begon ik een beetje op te pingelen. Een Leslie box erbij? Ja, grote bruine Leslie box. Dat staat nu nog steeds in mijn studio trouwens. Ja? Ik moet je heerlijk zeggen dat ik nu, er zijn zoveel softwarematige Hammond-klonen die nu echt super zijn. Dus ik speelde soms nostalgisch nog wel eens wat op, maar voor de opnames gebruik ik nu wel software. Maar daar begon het mee. Maar toch wilde ik dan wat anders. Ben ik gaan drummen. Tijdelijk gaan drummen. In het ouderlijk huis. En ik op een gegeven moment was er een moment dat ik dacht van zeker door Wings. In eerste instantie Wings en de Beatles. Dan dacht ik van het is wel zo te gek om eigen liedjes te gaan maken. Dat is best wel ingewikkeld op een drumstel. Dus het werden in het begin een beetje symfonische liedjes. Ook van, we hebben Procol Harum-achtige dingen op het Hammond. Maar toen wilde ik toch gitaar gaan spelen. Dus ik had een hele goedkope elektrische gitaar gekocht. En ik weet nog dat ik tegen mijn oudere broer zei van, joh, nou wil ik weer wat anders. En ik had een Sono drumstel en die had ik ooit van mijn ouders gehad zelfs. Oh. Ik zeg, jeetje, gênant, weet je wel. En mijn broer die zei met zo'n lachje, kan ik me nog herinneren, vinden ze volgens mij niet heel erg, Sjoerd. Dat lawaai boven. Dus ik met mijn vader naar Amsterdam, naar de zaak Timmermans, weet ik nog. En drumstel ingeruild voor een Fox AC30 versterker met een Fender Stratocaster. Zo, gelijk even daar. En volgens mij, mijn broer had stiekem nog wat gedaan. Ik had zelf gespaard, mijn vader had nog wat bijgedaan. En op die gitaar speel ik nog steeds, ja. Dus dat was een beetje in het begin. Liedjes maken op gitaar en in beentje spelen. En als je dan een techniek, dit mengpanelen mixen en dat soort dingen. Want dat doe je. Je doet nu, zeg maar, tegenwoordig ben je nog muzikant. Je componeert, je arrangeert, je speelt alle instrumenten. Noem maar op. En hoe is dat techniek dingetje erbij gekomen? Techniek was eigenlijk simpel. Ik had na de schooltijd, wat ga je dan doen? Ik wilde zeker iets met de muziek. Mijn vader zei wel van, die is namelijk gestopt met muziek maken toen hij ging trouwen.
Oh. Dat is een ding, omdat hij zoiets had van, ja, ik ben altijd weg. En ik weet wel dat hij op een gegeven moment speelde ook met Nick Vollebrecht en zo. En in cafés en weet ik veel wat. Met alle echt zwiebertje verhalen erbij voor de oudere luisteraars. Anyways, maar hij zei, het is een rare wereld. Hij zegt, wat nu die drugs zijn, vertelde hij, dat was vroeger drank. Ik zei, pap, dat is hetzelfde, zo'n beetje. Maar anyways, hij zei van, je moet het zelf helemaal weten. Als je conservatorium, want die kans ging het dan op, wil gaan doen, dan moet je dat doen. Maar denk ook even na of je niet iets anders... Nou, ik kwam eigenlijk al zoiets... Toen had ik ook al zoiets, op mijn 16e, 17e denk ik dat het was, van, ja, ik wil eigenlijk wel muziek blijven maken zoals ik nu voel hoe muziek te gek is. En op het moment dat er een druk achterkomt, financiële druk, weet ik niet of ik dat of ik dat wel zo leuk vind. En dat is een uitstekende keuze geweest. Dus ik heb toen gesolliciteerd als geluidstechnicus bij de NOS, was dat toen nog, radio. En daar werd ik was te jong, want er zaten allemaal mensen van 23 aangenomen. En ik was 18 en het mocht officieel pas vanaf 20. Okay. Dus toen riepen ze, probeer het nog een keer als je 20 bent. Ja, wat moet je dan niet 2 jaar doen? Dus dat schoot, ik was wel een beetje teleurgesteld. Toen kreeg ik een belletje toen ik 19 was. Of ik opnieuw wilde solliciteren. Hey. En dat was in 5 minuten klaar. Ze hadden het nog een keer gelezen en met mensen over gehad. Dus ik was mijn 19e werd ik aangenomen. Dus de rest was allemaal 4, 25. Dus ik ontzettend geluk gehad. En daar is radio bij begonnen. En nou ja, dan gaat het zo dat je intern word je dan eerst bij je assistent. Zet je microfoons neer bij het Concertgebouworkest of bij het Metropoolorkest. Vervolgens kan je dan zeggen, ik wil technicus worden. Dan ga je, hoe dat heet, bij ons naar de binnendienst. En dan ga je allemaal programma's doen. En actualiteitenprogramma's en nieuwsprogramma's. En dan kon je intern solliciteren voor muziektechnicus. En dat betekent dat je daadwerkelijk bands ging mixen. En dat heb ik ook, ging ook snel. Dus ik denk dat ik 23, 24 was of zo toen mijn eerste Pinkpop live deed voor de radio en televisie. Ja, ja, dat is wel jong. Maar goed, ik was natuurlijk wel als we op mijn 19e begonnen. Ja, nee, tuurlijk. Je had al maar een track record. Ja, dus ik was daar zeg maar vroeg bij. En dat was het mooiste. En toen is het produceren ook wat meer geworden. Ik ben er vrij snel... Nou, dat is nu denk ik, weet ik niet precies, jaar 25, 26 jaar geleden met Dirk Schelen begonnen zijn kinderen. Die maakt echt hele leuke liedjes voor peuters. Ja. En dat doen we al 25 jaar. Dat doen we echt met z'n tweetjes. Hij maakt de liedjes en zingt en speelt gitaar. En ik doe alle andere dingen eromheen. De produceren en ze zangen. Dat nemen we gewoon bij mij thuis op. Oh. In de studio. En dat is ook ontzettend trots op eigenlijk. Ja. Het is geen rock'n'roll, maar ik vind toch wel rock'n'roll. Aan de ene van, aan de andere kant wel. Want je bent toch met het vak bezig. Ja. En je vermaakt een groep mensen. Ja, ja. Dus dat is een beetje in een nutshell de volgorde van zo'n dingen doen. En toen zat Sjoerd bij de NOS. En hoe zag bijvoorbeeld... Nou, we gaan even een bewijs van een jaren 1987 pakken we even. Hoe zag een week eruit bijvoorbeeld bij de NOS? Ja, nou ja, het mooie was, kijk, je kon bijvoorbeeld, ik weet niet of dat specifieke programma al bestond. Kijk, er waren collega's van mij, muziektechnici, zeg maar, die wilden alleen maar muziek doen. Nou, ik speelde toen in die tijd ook al in bands. Ik wilde best wel veel verschillende dingen. Dus ik had nooit zo'n pure gerichtheid. Dus ik vond het ook fantastisch om voor Argos te werken bijvoorbeeld. Dat is een bedrijf van de VPRO. Daar zaten echt hele gedreven journalisten. Srebrenica hebben we toen als eerste met dat programma. Kwam naar buiten de bouwfraude en dat soort dingen. Denk je, dat heeft niks met muziek te maken. Maar dat was ook wel voor mijn algemene ontwikkeling te gek. Je deed heel veel verschillende soorten actualiteitenprogramma's ook. Waar je echt van leerde. En de hele sfeer was te gek. En daarnaast ging ik naar Paradiso toe om bands op te nemen. Ik weet, Henk Westbroeks, ik weet niet, dat zal ietsjes later geweest zijn. Die zat op Radio 3. Wij hadden daar ook een studiootje in Paradiso toen. Waar ik dan een soort koploper van was. Heel klein. Echt 3x3 of zo. Maar geweest, toen Joe Cocker heb ik daar toen live uitgezonden. 2,5 uur voor Radio 3, 2 uur lang. Dus dat soort dingen. Dus je ging dan s'avonds laat een band doen. Maar echt toch 2 dagen later zat je ook soms gewoon... wat sommige bestrijdprogramma's. Nou, dat had ik nooit. Ik had zoiets van, alles was leerzaam. En die combi vond ik altijd wel helemaal te gek. Ja, want zou het niet saai zijn als je inderdaad alleen maar muziek... Ik kwam er ook wel in die tijd ook achter dat... Nou ja, om even terug te gaan, de keuze die ik gemaakt had... in plaats van conservatorium de kant van de geluidstechniek op... Ja, ik vind het gewoon leuk om heel veel verschillende dingen te doen.
Ik heb ook nooit de ambitie gehad. Mensen zeggen, maar had je dan niet je willen specialiseren, daarin specialiseren? Dan blijf ik toch ook maar weer een beetje. Ik bedoel, ik mag zijn fetus misschien niet eens strikken. Maar McCartney is ook. Die is vooral liedjeschrijver. Ik heb altijd mijn grootste ambitie, en dat was echt wel vanaf mijn 16, 17, 18 of zo. McCartney heeft McCartney 1 naar de Beatles gemaakt. Zijn eerste soloplaat heeft hij eens eentje gedaan. En dat vond ik ontzettend inspirerend. Ik dacht van, wow. Als ik dat ooit nog een keer kan, dat je eigenlijk stiekem, of het nou goed of slecht is, daar zijn anderen om te oordelen. Maar als je zelf denkt van, wow, mooi gemaakt. Om alles te doen in je eentje. En voor mij is er nog eens extra bijgekomen om het ook zelf te produceren en te mixen vooral. Ja. Dus ik heb mijn studio thuis is eigenlijk het overall ding waar ik het meest trots op ben. Dat is een main cave, noem ik dat, weet je wel. Waar alles is, ik moet alleen verzinnen. Maar als ik het verzin, de nootjes of de liedjes, dan kan ik niemand de schuld meer geven, behalve mezelf. Ik kan het allemaal spelen en ik kan het mixen. En dat is natuurlijk prachtig, ook voor jingles die ik toen ben gemaakt. Hoe is de volgende fase of zo. Maar ik kon op een gegeven moment alles wel dan doen. Ja, want daar ben je inderdaad ook mee begonnen. Was dat ook een soort van spontane ingeving? Of had je al zoiets van, ik kan ook wel jingles maken? Of is dat ergens spontaan ontstaan? Nou, zeker. Want toen ik net een jaar of drie technicus was, toen kwamen twee meneertjes van. hoe heet ze ook? Nee hoor. Die kwamen van van Decibel, een radiostation uit Amsterdam. Werden ze door ome Lex Harding werden ze naar Veronica gehaald, Curry en Van Inkel. Ja. En ja, in die tijd was alles lachen en rock'n'roll. En ik deed dat programma gewoon heel vaak, Curry en Van Inkel. En als je er nu dan ook zat nog je in de ECK? Ja, dus ik zat aan de andere kant van het glas. Zij draaiden dan wel zelf. Ja. En dat was dan het was 3 uur op vrijdagavond dan. En ik deed dat vaak. En dat was keten. En toen ben ik Jeroen goed leren kennen. En hem in de loop der jaren een beetje uit Overloom, is natuurlijk Amerika gegaan. Ja, en Jeroen eigenlijk altijd wel min of meer contact. Na zoveel tijd kwam je elkaar weer tegen. Soms wat meer, soms wat minder. En enorme klik met die gozers ook. En echt supergezellig. En Curry van Inkel was echt een begrip in die tijd. En nog steeds een voorbeeld voor heel veel mensen uit de radiowereld. En wat we dan deden voor dat programma, dan maakten we. Jeroen sprak dan soms wat grappige dingen in. Hè, met plaatjes. Of stukjes muziek van plaat of wat ook. Dat knipten we aan elkaar. En er was dan een aparte ruimte voor de uitzending, was dat dan. Ik geloof RK5. Maar goed, RK4. Ja, RK5. Dat weet jij nog beter. Ja. Nou ja, ik heb hem nooit gezien. Maar ik, als je zeg maar. Ik heb natuurlijk vanuit hier in de studio was met Jeroen over die tijd gehad. Ja. RK5, dat was zeg maar de voorloper van de JPR. De jingle productieruimte. Jingle productieruimtes, ja. Er stond een Otari 8-sporen machine. Nou, hij was helemaal te gek. Die heb ik later overgenomen voor weinig. Niet gejat of gestolen. Maar dat ding bleef over omdat het digitaal werd. Ik denk van nou, dikke neus. Mooi, digitaal allemaal. Lekker knisper, knasper, knosper. Maar dat ding, dus die heeft jarenlang in mijn studiootje gestaan als eerste. Maar goed, daar zaten we op een gegeven moment. Waren we klaar met de standaard dingen voor het programma. En toen kwam er een soort raar muziekje voorbij. En Jeroen had het over dat zijn meisje. Dat is zo'n standaard opmerking van. Ja, wat moet ik aan vandaag? Had zij geroepen tegen hem. Oh, we zien even een foto van Jeroen op achter, als je achterkijkt. Kijk. Ja. Jeroen in RK5. Nou, dit was RK5. Dit was RK5. Ja, jeetje, Mina, jongens. Jullie hebben het wel voor elkaar hier, hoor. Hou nou even op, zeg. Van Inkel. Ja, dat was het. Nee, dat was de plaatsspeler. Aan de linkerkant stond de Otari. Dit was RK5. Nou, en we werkten er vaak. Dikke pret. Allemaal gekke dingen verzinnen. En toen ontstond dus de eerste jingle die ik ooit gemaakt heb met Jeroen samen. En dat was niet zelf muziek gemaakt. Het was gedeelte van een plaat geknipt. Een beetje pompeus gebeuren. Het kledingadvies. De jingle. Ik weet niet of jullie die hier toevallig. Zullen we eens even kijken? Ja? Ja, gaan we gewoon even. Heb je hem echt serieus? Dat is het. Dit is origineel, hè? Dit is origineel, hè? Ja. Schat, hallo, hoe staat het ermee? Ben je eindelijk klaar? De dag begint, je bent al te laat. Haal die föhn uit je haar, elke
keer vraag je het weer. Ja, ja, ja. Wat moet ik aan vandaag? Je jurk te krap, je bent iets te dik. Hou op, waarom steeds die vraag? Dit is mooi. Ja, nou, dan kwam deze film ook dan erachteraan. Dat was geproduceerd natuurlijk. Ja, met Erik, kon, nog Erik de Zwart. Die dat ja, dan die dat dan nog even... Ja, Van Inkels kledingartiest heeft hij... ja, dat heeft hij jaren gebruikt. En ja. Ook als je nou, bijvoorbeeld vrienden laat horen... van die helemaal niks met radio hebben... maar die dat zeg maar, toen wel gehoord hebben. Die jingle die is zo mateloos bekend. Ja, ik het was... En, maar dat komt denk ik ook wel een beetje door... Ja, dit is keten. Dit is wel in die tijd... we hadden zoveel lol en we hadden het over alles en nog wat. En dit was gewoon een bij. We hadden nog even tijd over. En ik weet nog wel dat Frits Spits uit die tijd... die moest na ons in die ruimte. En die stond dan vaak al een beetje met, voor de deur te wachten. En dan hadden we dat Frits nog eventjes... nee, en dat is eigenlijk mijn eerste jingle... die ik toen samen met Jeroen maakte. Wow. Maar had je dan, zeg maar, had elke omroep een dag in die ruimte, in die RKV? Ja, een middag of zo. Ja. Standaard had je dan gewoon een paar uur dat je daar zat. En dan ging je daar dingen in doen. Niet alleen ik, ook andere technici die er werkten. En, ja. Maar Jeroen en ik hadden wel een enorme klik. En ik was natuurlijk ook muzikant toen al, weet je wel. Dus met koortjes, dingetjes. En ik kon zingen. Dus ja, en ik was toen al, als je dat terug hoort, een enorme fan, behalve de Beatles, ook Beach Boys bijvoorbeeld. Dat soort grappen, antwoordjes erbij verzinnen en weet ik veel wat. En die 8-sporen-machine was natuurlijk ook super luxe, weet je wel. Je kon gewoon maar koordjes erop nemen, je kon maar aan de gang blijven. Dus dat was, de combinatie van technicus en zingen en muzikant zijn, weet je wel. Of in dit geval alleen zingen, want de rest stond allemaal op zo'n oude plaat. Met dat soort dingen. Library. Ja. Dus het kan best zijn dat hij in Amerika voor een wasmiddel is gebruikt, bij wijze van. Ja. Lijkt me te gek trouwens. Lijkt me wel te gek, ja. Zou dan de tekst voor ons een beetje veranderen? Want, wat moet ik aan? What shall I wash today? Ja, het kan trouwens helemaal. Het zou zelfs in Nederland kunnen. Inderdaad. Ja, en toen even een paar jaartjes verder. Toen ging Van Inkel naar Veronica. Ja. En toen hebben jullie een re-edit gedaan, volgens mij. Ja, ik ben wel gebeld door hem toen. En toen heb ik wat in... Ik weet niet of het was een bedrijf in Hilversum. En het grappige was... Hij zegt, kan jij dat opnieuw... ik heb het toen alleen opnieuw ingezongen. Want ze hadden volgens mij hem opnieuw opgenomen, het liedje. Ja. En natuurlijk moet je met je tijd meegaan. Maar het maffe van deze originele jingle... daarom vroeg ik het ook net. En niet omdat wij het toen gemaakt hadden. Dat had het oudbollige van dat orkest, wat het juist moest hebben. Van, als ik erop terugkijk. En ik heb het toen ingezongen. Dat was een paar jonge jongens, super aardig. En die gingen op een gegeven moment vertellen dat zij... ja, zij maakten dan andere soort jingles dan anderen. Want zij maakten dan soort korte liedjes over dingen. En Jeroen zat er ook bij, dus die keek zo. dat heeft Sjoerd ook wel eens gedaan. 15 jaar ervoor, dus dat kan me nog herinneren. Maar, en volgens mij heeft Jeroen later nog weer een edit ervan gemaakt. Maar die heb ik voor de rest niet meer gehoord. Maar het is, dus toen de tijd is het weer opnieuw ingespeeld, inderdaad. Ja. Toen had jij die jingle gemaakt. Dat ging natuurlijk heel Hilversum door. Ik kan me dat ook echt niet meer herinneren. Nee? Volgens mij is dit echt zo'n jingle die... in de loop der jaren belangrijker geworden is. Hoe raar het ook klinkt. Het was natuurlijk toen te gek. Maar ik kan me... Maar misschien ook omdat je dan jong bent of zo... dat je dat niet beseft of zo. Of dat was gewoon wat we deden. We deden gewoon gekke dingen. En dit was er één van. Maar wel het begin van heel veel jingles op een gegeven moment. Want ik denk dat... Misschien weet jij dat beter weet dan ik. Maar ik toen... ik werkte veel voor Veronica. Onder andere voor Kauna Café. En Jan Hogestein, de producer van de Kauna Café... met echt de gekke Alfred Lagarde en Kees Baas. En Kees is nog steeds echt een goede vriend van me. En die spreek ik regelmatig. Alfred is helaas een heel jonge leeftijd overleden. Ja. Zou wel zo kunnen door een overmatig gebruik van blije middelen. Maar is nog steeds voor mij een begrip... dat terzijde, Kauna Café deed ik als technicus. En Jan die had die jingle ook wel gehoord, die was producer. En toen zijn wij de
een studio in de Vaart, de Zwem. De Zwem. Misschien dat ik dat is volgens mij is dat uit die tijd. Ja. Een klein zijweggetje over wat die studio, wat die studio precies was. Wij hadden met het bedrijf, of het nou NOB toen al heette. Ja, toen werd het NOB, dus het moest, werd commerciëler. Daarvoor was het NOS. En wij hadden in de VARA, in het VARA-gebouw een studio, dat heette de Zwem. S-V-E-M. En dat stond voor studio, voor verbosonica en elektronische muziek. Dat stond ervoor. En ik was technicus, net muziektechnicus. Ja. En mijn toenmalige chef, die zei op een gegeven moment tegen me, ja, het moet allemaal wat commerciëler worden, maar er zitten daar wat oudere technici en die doen 3 weken over 2 alpenhoorns samplen. En toen zei hij, dat is wel leuk voor die mannen, maar dan ga ik die studio gaan we nooit meer kunnen redden. Dus wil jij er niet wat gaan doen? Nou, dat is ook voor mij, alles lijkt op zijn plek te vallen. Want wat in die studio stond, was wat we noemen, wat het toen was, de Fairlight. En dat is voor de oudere jongeren onder ons een bekend apparaat. Ja. Dat was de eerste sampler. Ja. En ik moet me vergissen, maar volgens mij kostte dat ding 185.000 gulden of zo. Dat was de eerste sampler. Mono, computer erbij. Wel mooie geluiden al erin. En 16 verschillende geluiden kon je dat doen. Wow. In diezelfde tijd kwam ook echt dat jaar de Atari uit. Atari 1024 met een programma wat nu voor veel kennis Cubase is geworden. Dat heette toen Pro 24. Dus voor mij, als jonge jongen, was dat het begin van MIDI. Alles wat met MIDI, nu heeft alles met MIDI te maken. Nu wordt 90% van de muziek met MIDI samplers, sequencers, zoals dat heet, gemaakt. Ja. Dit was echt het allereerste begin. De sounds van de Fairlight, want er zat een computer bij, wat ook dan een sequencer heette. Nou, daar snap ik er gereed van. Geen roggel, te moeilijk. Maar dat Atari kwam, dat was simpeler. Klein computertje. En die kon dan al die geluiden van de Fairlight aansturen. Ja. Dus ik werkte daar. Jan Hoogstaan kwam met het idee, joh, kan jij niet iets van een jingleboeket voor Veronica maken? Ik zei, nou, dat komt hartstikke mooi uit. Want wij hebben met ons bedrijf net een studio daar, de Zwem. En daar kunnen we heel veel dingen in doen. Ik werkte in het begin nog wel met Wim Stoffels, de gitarist van de band waar we met z'n tweeën in zaten. Dus die kon ook gitaren. Die kon een hele goede gitarist. Nog steeds trouwens. Dus, en daar hebben we toen het volgende jingleboeket gemaakt. Was die van Countdown Veronica? Dit was Countdown Veronica, ja. En is in die Zwem gemaakt. Ja. Wauw. En wij the sky was the limit. En ik weet ook wel dat bijvoorbeeld Alfred Lagarde had toen ook een pseudoniem. Johnny Camaro heette dat volgens mij. Ja. Ja, dat nou volgens mij dat was zo. Ik ben blij dat ik het nog kan herinneren. Er waren super rock'n'roll tijden, kan ik me ook nog wel herinneren. Ik wel, gelukkig. En toen had ik hem ook gevraagd een idee. En hij heeft een jingle ingezongen ook. Maar, wat ik vond met jingles, toen al in die tijd, je had, en dat weet je ook wel, je had volgens mij toen ook al het bedrijf Top Format. Ja, tuurlijk. Nou, een merendeel van de radiostations, die kochten dan kon je het namelijk van tevoren horen, een compleet instrumentaal jinglepakket uit Amerika. Dat lieten ze dan bij Top Format inzingen. Met zangeressen als Lisa Boray in die tijd en weet ik wat, goede zangeressen. Hm. En dat was dan vormgeving. En daar was ik ook wel eens voor gevraagd. Maar ik had zoiets van, ja, dat is hartstikke mooi en duidelijk. Maar ik had zoiets van, het is veel leuker om gewoon vanuit de muzikantenhoek gedacht, in ieder geval jingles te maken wat iemand helemaal klote vindt, of helemaal leuk vindt, of stom vindt, of mooi vindt, of emotioneel onder wordt. Maar in ieder geval waar mensen nog eens een keer over praten. En niet gewoon, dit is Veronica. Ja, dat heb je als zender wel nodig. Ja. Maar dat was niet mijn kant of zo. Dus met Alfred, die zingt dus een jingle in over de top 40 met Lex Harding. Yo man, the boss is on the radio. Hij zit met zijn man en de microfoon, Harding, dat zeker weten. Top 40.
is niet alleen van die harde muziek. Disco dreunen, die maken me ziek. Maar het is niet erg, want Lex draait ze allemaal, jongens. Allemaal. Hij draait ze allemaal. Allemaal. Dat nog even een Alfredje zo van Lex Harding. Nog even een, ja, dat doet Erik. Oh nee, dat doet hij zelf. Nee, dat doet hij zeker zelf. Ja, 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 Alfred was de stem van Veronica. En, ja, en weet je, dat, het mooie, als je het nu op terugkijkt, ook als we het toch over Alfred hebben. Ik heb hem. Het heeft best wel een tijdje geduurd. Met hem. Hij is een overdreven emotionele iemand als iemand overlijdt. Maar dat raakte me enorm, omdat Alfred was rock'n'roll. Ook, nogmaals, ook met zijn drankjes en zijn whatever. Maar hij vertelde me wel eens, dan zat hij in de auto terug vanuit Hilversum naar Den Haag of zo. Die woonde naar de radio. Hij zat waarschijnlijk te hard. Hij zei, maar tranen in zijn ogen als hij de muziek knijter had op had staan. Ja. Hij had Modest Finest. De vrienden van hem, Elvin Lee, Ten Years After, Alice Cooper. Dat weet ik omdat die allemaal, ja, waren bij het afscheid op een gegeven moment van Kees Baas, weet ik nog. Kees nam afscheid, hadden ze Veronica een feestje, een live-uitzending van Countdown in de Rai. En daar was ik dan als bezoeker, of tenminste ook als medewerker, maar ik kon lekker een biertje doen. Ik hoefde niet te werken. Nee. Maar Elvin Lee was daar, Alice Cooper aan de telefoon. En dat ging maar door. Toto bijvoorbeeld, dat waren echt hele goede vrienden vanaf. Dat ging hij heel vaak naar Amerika toe. En hij, en Kees heeft dat nog steeds. Want ik heb in de loop der jaren binnen Kees altijd tegengekomen. En als Countdown Café weer ergens was, hebben we het zelf naar de Vorstin in Hilversum gehad. Hebben we nog 2 jaar gedaan. En later toen voor commerciële Veronica, zeg maar. Ja, voor het commerciële Veronica. En naar Gooi, hè, is het ook op en naar radio is het ook op geweest? Ja, dat was daarna weer. Want wat ontzettend jammer was, we hadden echt 2 jaar lang, deden we dan de 1 keer per week, nee, 1 keer per maand was het, geloof ik. Ja, deden we dan Countdown Café uit de Vorstin met allemaal bands. En als voorbeeld ten opzichte van, laten we zeggen, sommige DJ's uit deze tijd. Kees die ging altijd iedere muzikant een handje geven met opmerking van, wat blij dat je bij mij wil komen spelen. Oh, ben ik dat? Siri, heb jij Siri geactiveerd? Oh, shit. Oh ja, sorry Siri. Ik ben even druk als je het niet erg vindt. Maar het respect wat Alfred en Kees hadden voor de muzikanten. En ik moet dat toch zeggen. Kijk, ik ben, wat dat er gaat, geen surbeat. Met mijn mensen heb ik niet zoveel last van dingen gehad. Maar er is op een gegeven moment wel een soort raar iets bij radio ontstaan, vind ik, in Nederlandse radio. Als je de piramide ziet, dus bovenop zijn het dan de muzieksamenstellers of de DJ's. En daarna heb je nog de platenmaatschappijen, de boekerskantoren en alles naar beneden. En dan, wacht even, onderop de muzikanten. Wat gek is, er is geen land op de wereld die het over bandjes heeft. Hoe moet je dat zeggen in Amerika? Little bands? Nee, dat kan niet. No, it's, Le Petit Bon. Le Petit Bon. Le Petit Bon, maar ja. En het is heel gek dat er soms, zonder namen te noemen, maar ik heb wel eens een stevige discussie gehad, ook 20 jaar terug of zo bij radio was een keer. En toen zegde een DJ, zegt een band een half uur van tevoren af om te komen spelen live in de uitzending. Ik zeg, dat kan je toch niet maken? Uur. Ja, een half uur of 3 kwartier van tevoren. Hij zei, joh, dat past nu even niet in het schema. Zeg maar, er staan 80 bands achter en die ook graag willen spelen. En ik werd echt furieus kwijt. Ik zei, joh, die auto, die BMW die daar staat. En jouw grote huis waar je nu in woont. Heb je aan te danken aan die lui die je nu een half uur van tevoren afzegt. Met de mededeling, er staan er nog 80 hun. Ik zeg, die hele wereld is een beetje raar aan het groeien. Je hoeft niet te gaan slijmen naar muzikanten toe. Maar je moet je wel soms een keer afvragen in de spiegel, als je discjockey bent, waarom heb ik dit vak? Alleen maar omdat mensen muziek maken. Maar goed, te beleerderig misschien. Maar ik vond dat wel raar. Je mag best wel, je hoeft niet te slijmen, maar je mag best wel ze nu en dan denken van, oké, die jongens maken muziek. En dan heb ik het echt niet over mezelf, want ik zit van beide of derde, 3 kanten in het vak wat dat er gaat. Ja. Maar soms vind ik dat wel vervelend, dat ik denk van, ja, je mag best wel dankbaar zijn dat je zo'n leuke baan hebt en ook soms belachelijk veel geld verdient, en terecht. Maar die bandjes doen dat niet. Die verdienen dat niet. Maar die zorgen wel voor dat jij je baan hebt. En omdat er muziek is. Ja.
natuurlijk. We stoppen hier. Want ik draag het niet uit, maar, Alfred en Kees waren voor mij het levende bewijs hoe zij naar muzikanten toe keken en hoe zij hun programma indeelden en hoe zij met mensen omgingen die zij vonden, hey Kees ook, ze vinden het wat blij dat je bij mij te gast bent. En de muzikanten voelen dat. En dat is nogmaals zo. Er zijn heel veel collega's, DJ's en zo, die wel zo denken. Oh, maar ook helaas heel veel zijn dat vergeten. Vergeten. Ik word oud, denk ik. Zullen we even een stukje van Alfred luisteren? Ja. Lijkt me wel even leuk. Hallo. Oh, dat is Alfred Lagarde. Hallo. Rechtstreeks vanuit het NOS-studiocomplex in Hilversum. 11 uur popmuziek voor jou. Luister. Want jij bent... Veronica. How would you have a countdown? Oh. Supersonische uitzending was dit. Niet vanuit het NOS-complex, maar van buiten het NOS-complex. We hebben de zaak maar buiten gezet, want... De airconditioning staat zo verschrikkelijk koud dat het te koud is om binnen uit te zenden. We zitten nu lekker buiten. Wat kun je in deze Countdown Café van de 24e van de 8e verwachten? We gaan het hebben over de grote prijs van Nederland. Het land's eerste gesubsidieerde talentenjacht. Vorig jaar is het ook al gehouden, maar nu zit er flink poen achter, heb ik begrepen. Meer informatie krijg je erover. We praten met de winnaars van vorig jaar, de groep Neil. Verder is de concertagenda. De tweet van de week heet 909. En we hebben een fantastische kwartier lang tape van Joe Jackson samengesteld uit diens optreden eerder in Vos Rocknachten. Verder een interview met Rick van der Linden, die vertelt wat hij nu allemaal aan het doen is. En we blikken nog even terug naar die tijd dat hij nog Exception leidde. Vanaf een uur of 11:30 dan de live tape, het Club Veronica concert met dit keer het goede doel. Rollen met die handel, goed zo. Dit is Corey Hart, het Sunglasses at Night. Heeft iemand een zonnebril op je? Nog niet. Zien we zo. Radio Veronica gaat verhuizen. Verhuizen. September. En jij bent welkom op ons nieuwe adres. Want er bestaat maar één radiostation. Eén radiostation. Dat zich Hit Radio Veronica mag noemen. En dat zijn wij. De eerste, enige en de echte. Veronica. Mocht je een beetje geschrokken zijn van het nu al ondergewaardeerde programma Shock Radio, zojuist uitgezonden door vriend Stenders, kun je twee dingen doen. Het allemaal nog eens over je heen laten gaan en dan een loog bellen bij een hulpdienst. Of gewoon doen alsof je neus bloedt en blijven luisteren naar Veronica. Want wat je nu in hi-fi stereo te wachten staat, is, ook al mocht ze muzikaal zijn, niet voor de poes. Tot 6 uur heb je de kans om naar Rete Goeie Nacht Radio te luisteren. Om 4 uur junior-collega Edwin Evers. En de komende 2 uur kun je het genoegen smaken te luisteren naar een veteraan op herhaling. Mijn naam is Alfred Lagarde en ik ben een eigenzinnige, nogal arrogante liefhebber van moderne kwaliteitsmuziek vanaf de jaren 60 tot heden. Dit is Oh, wat een nacht. Part 1. Maak jij je borst maar nat, doe ik het licht even aan. Ja, Alfred is ook een hele goede technicus. Hij was echt goed ook met geluiden en mastering, dingetjes en weet ik veel wat. En ik zit net te denken ook... wij hadden op een gegeven moment... Nu denk ik wel vertellen. Tuurlijk. Nou, misschien had ik het ooit ook sowieso altijd wel kunnen vertellen. Maar misschien nooit deed of zo. Nou, anyways. Er was een... je had Countdown Café op radio en je had Countdown. Op een gegeven moment. Ja, tv. Erik ging even... Volgens mij de Erik dat in het begin. Of Wissel van Diepen ook. Lex was eerst. Eerst Lex. Daarna Erik. Ja. Daarna Adam. Ja. 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 En af en toe had het idee om Hey Jude, het nummer van Beatles, op te nemen. En dan iedereen... Alle buitenlandse gasten vooral die er waren, maar belangrijke mensen, allemaal een couplet te laten inzingen. En dan aan het eind van het jaar, dan had je dus een medley. Eigenlijk is een enorme voorloper daarvan al, met allerlei mensen, We Are The World en noem maar wat. Ja. En hij had, dat was daarvoor nog. En ik zat we gingen dat opnemen in een weekend lang in audio
muziekstudio 1, ook op het muziekpaviljoen, waar alle stadions waren. Ja, het was een hele mooie muziekstudio. Echt heel veel sessies, te veel om op te noemen, vandaan gekomen zijn. En een van de 5 A-studio's in Nederland was het toen. Prachtig. Ja. En met Okkie Huijsen. En Okkie was niet zo super bekend, maar... Voor... In de wereld wel. Voor ons. Ja, in de wereld. Hij staat zo'n 45. Precies. Maar een hele goede producer ook samen met Pim Koopmans. De president had zijn band. Maar ze deden heel veel productie voor alle dingen. Die beide mannen speelden alles. Ja. Konden goed zingen. Dus Okkie was erbij. En ik was erbij. Mijn collega Ronald Tijber, ook heel lang al radio. En nog steeds een goede technicus. Absoluut goede technicus. Die... En met z'n vieren zaten we daar in de studio. En dat was echt rock'n'roll in alle vormen, laat ik het zo zeggen. En dan ook, maar jij zingt, dus zullen we samen die koortjes doen? Dus het was en technicus zijn, alles weer bij elkaar. Maar ik moest eraan denken door wat je net af liet horen. In die tijd waren de tijden nogal strak. Wat ik bedoel, er werd zoveel uur, werd zo'n studio dan gehuurd. Ja, voor die productie. De laatste avond, dat ging maar door. Ook gewoon, weet je, of het op zijn best. Dus het ging maar door. Het werd later en later. Alleen, het was al een keer uitgelopen. Dus onze chef had gezegd, jongens, we moeten ons wel een beetje aan die tijden houden. Ja. Kijk, nu maakt het niet uit. Want als wij als technici onze uren niet schrijven... hoeft het bedrijf ook niet te betalen. Toen was het anders. Uren zijn uren. En dus wij zeiden, we houden gewoon 2 uur aan of zo. Een uurtje te laat of zo. Maar het was veel later. Oké, prima. Dus wat er gebeurde, of het gaat om 6:30 de studio uit of zo, 4:30. Toen begonnen de ochtendprogramma's in het Veronica-gebouw. Oh. Rijd daar naartoe, laat vol trots horen. Ik kom net uit die studio, we hebben nu een Jude klaar. Waar een andere technicus, CQ-onderchef zat. Oh ja, 5:30. En vervolgens hebben Ronald en ik een officiële waarschuwing gehad van het bedrijf. Dat als zoiets nog gebeurt, dan had je echt een heel groot probleem. Dus dat het zo lang uitliep, bedoel je? Ja, want wij hadden gewoon gezegd, als we 2 uur stopten. Zo. En klopt het dat jullie er tot 5:30... Ik zei, nee, volgens mij was het 2 uur. Sowieso is het geval, Alfred, die kwam... maar goed. Even met een bandje. Maar er gebeurden altijd mooie dingen met Alfred. Ook hele weirde dingen. Ik heb nog een keer een uitzending gedaan in diezelfde studio, Audio 1, met Herman Brood. Het was een beetje in de nadagen, maar goed. Hij kwam binnen met zijn manager ook en zo. En ik had Herman ook al vaker opgenomen. En toevallig David Hollesteller zat erbij. Die ken ik uit Bussum, waar ik vandaan kom. Een muzikant, die zat in bands die je goed kende. En super te gek. En die was aan het spelen. Dan had je dus 3 ruimtes. Eentje met de mengtafel waar ik zat. De studioruimte waar Brood zat met zijn band. En een ontspanningsruimte ernaast, waar dan de discjockeytafels met Alfred en Kees zaten. Oh, die hadden ze daar neergezet, ja. Want je had een keukentje erbij, toch? Bij die Audio 1 had je een keukentje daar. Ja, precies. Een soort barretje hadden we toen laten maken. Mooi. Leuk voor de muzikanten. En voor ons ook trouwens. Ja, zeker. Maar in ieder geval, de uitzending was... En Herman zou dan... die speelde dan het eerste uur. En dan zou die tot de ster, nieuws en ster spelen. Maar zijn mensen kwamen ook binnen en die zei van... Herman zit er niet zo lekker in, want het is een beetje misgegaan met de middelen en zo. En ik had al zoiets van, tegen hem ook van... het is een beetje de omgekeerde wereld aan het worden, jongens. We kunnen toch niet met z'n allen ons aan gaan passen aan Herman's drugsgebruik. Ik had zoiets van, maar goed, oké, laat maar doen. Dus ik probeerde Herman nog extra op zijn koptelefoon... dat hij een aparte mix te geven... dat hij het zelf nog eventueel kon aanpassen. Waarop hij zei van, als ik zelf moet gaan mixen... dan is het einde wel zoek. Ik denk, dat wordt niks meer. David zegt, ga je niet redden met Herman, die is helemaal in de war. Oké. Dus hij gaat spelen. En dan Alfred die kondigde hem aan van... Herman Brood, en is Wild Romance. En stilte. En Herman, pling, pling, pling op die piano. Ja, Kees, dit is een vies met een A in de bas. En een stilte weer. Gewoon live op radio, echt waar? Dus ik door de disjockey set weer open, want dat liep wel dan via mij. Van Alfred, kom op, helemaal geen gezeik, spelen nou, kom op. Weet je wel, dus hij spelen, maar niet tot de ster. Hij speelde tot 5 minuten. Ik zei, jongens, doe maar iets van een plaatje, want Herman is gestopt. Ja. En Alfred staat een plaatje in. En ik kon er niet precies zien wat er gebeurde. En op een gegeven moment stopt die cd-speler erbij. En Jan Hogestein, de producer, zat ook in die ruimte bij Alfred. Dus ik loop om de hoek, zie ik Herman staan. Die zie ik nog net een fles drank gooien naar Alfred toe.
En die knalde kapot. Dus ik wilde de security bellen van... ja, ik ben helemaal klaar mee. Die had op de cd-speler geslagen met... die was helemaal uit zijn plaat. En toen hielden ze hem vast en zo. En op zich, dat kon gebeuren. Met de Airman of zo, weet je wel. Ik zeg allemaal dingen niet misschien. Maar het is zo 80.000 jaar geleden, kan je wel vertellen. Ik had daar niet zoveel mee. Ik denk, joh, waarom moeten wij ons allemaal aanpassen aan een junkie op dat moment, weet je wel. Herman Brood heeft, vind ik, fantastische platen gemaakt. Absoluut. Maar op het laatst was het gewoon helemaal niks meer. Maar in ieder geval, je moet je wel gedragen in de studio. Je moet geen dingen stuk maken. En toen zei Alfred op een gegeven moment... nou, jij zegt toch wat, zo'n lichtwijzermeter, dan kan je zien hoe hard je er dus uit. Er zat een hele deuk in. Ja. En toen zei Alfred tegen mij, ja, kan je aan je baas vragen, want ik wil dat ding wel kopen als aandenken aan Herman. Alfred, schiet bij me lek, ik ga het vragen, maar ik ben het kwijt. Het was, dat was echt een rock'n'roll tijd, ja. Inderdaad, echt, jeetje. En echt heftig, maar ook... Er gebeurde altijd wel wat, weet je wel. Echt. En zo ben ik, dat noem ik ook altijd, bij radio ben ik wel opgevoed op zoveel gebieden wat dat er gaat. Ik vond het nog steeds, is het een goddelijke tijd geweest. Wat je allemaal leerzaam, rock'n'roll, muziek, gedrevenheid bij mensen. Hoop lol, gekke dingen maken, jingles ook hebben. Ik weet niet of dat in de zwem plaatsvond, maar ik had volledige vrijheid om wat voor soort jingles je kon maken. Ik weet niet of je daar wat van hebt met Lisa Boré bijvoorbeeld. Ja. Maar ook met Laura Vlasblom van Frissel Sissel. Want ik had zoiets van... ik wil niet het sfeertje van Top Format bijvoorbeeld, standaard. Het moet in ieder geval aansprekende stemmen zijn. En Laura kon ook die jongere kinderen stemmen doen en zo. En Lisa was echt een hele goede soulzangeres ook. Dus, en ik zong dan ook mee en dan kreeg je dus... allemaal sfeertjes. Ik weet niet wat je... Wat we gaan even een compilatie van je doen. Nou zeg. Ja, een compilatie. Deze was voor Stenders, ja. Het is nog vroeg. Het begin van een nieuwe dag. De maan die nog schijnt. Een droom verdwijnt. Laura Vlasblom. Het was met Laura en Lisa dus, inderdaad. Ja, en ik zeg, kijk, wat ik ook wel een uitdaging vond... de covers die ik doe,
Dat zijn natuurlijk, dit zijn over, ik heb ook wel eigen liedjes met jingles gedaan. Als ik dacht van, nou, kan niks vinden. De covers zijn voor mij allemaal toch odes. Veel van die liedjes speel ik nog steeds wel. Odes aan de groten. Snap ik wat ik bedoel? Het is niet zoiets dat ik misbruik het, zo voel ik het niet. Ik heb meer zoiets van, het zijn zulke mooie liedjes, waardoor ik ook weer heel blij van muziek ben geworden. Ben juist door die grote van Beach Boys, Hollies, Crosby, Stills, Nash. Allemaal dat soort bands. En dat is natuurlijk super leuk voor mij om te maken ook, omdat je die liedjes zo mooi vindt. En als je er dan gekke teksten van op kan zetten, dan sla je alle planken. Oh nee, dat is meer dat je een plank misslaat. Maar nee, anyways, van alle markten thuis. De spijker op zijn kop. En ik zat hier verdorie gewoon weer met kippenvel. Ik weet niet hoe je dat doet met die koortjes, maar dat is echt zo mooi. Ik vind die harmonies die je maakt, zeg maar. En dat drijft dan op die muziek van die jingle. En dat geeft zo'n. Ik weet niet, ik krijg er echt kippenvel van. Nou, dat vind ik super lief. Maar het is. Kippenvel tegenwoordig? Ja, weet niet meer precies. De spijker op de kop. De spijker. Maar ik, nou ja, die coachie, ja, ik vind met Beach Boys, Beatles en zo. Ik vind ook wat zo ben je op. Je groeit met iets op. En ik vind dat nog steeds mooi. Ook mijn eigen dingen muziek die ik maak. Er komt altijd wel weer nog weer een koortje bij. En het is makkelijk. En je hebt je eigen studio. Deze zijn allemaal in mijn eigen studio gemaakt. Weet je. Alleen die begin van Alfred en zo niet. Dus je hebt alle tijd. En je kan gewoon in je joggingbroek nog eens een keer een koortje erbij knallen. En dan neem je een kopje koffie of een biertje of een cognacje en nog eentje erbij. Nou, het is nog niet genoeg. Nog niet genoeg stemmetjes. Ja, waarom niet? Ja. Precies. Ja. Nou, zullen we nog even een... en natuurlijk die van Wim, hè? Ja, maar dat niet dat ik daar... Kijk, Wim Richter is natuurlijk al, die is veel en veel en veel te jong overleden. Maar dat was ook een zo'n echt ontzettende aardige gozer. Helemaal radiogek, helemaal muziekgek. En die jingle heeft dan wel voor mij heel veel waarde. En ik was niet op zijn begrafenis, maar er was het was niet zijn begrafenis. Het was een soort herdenking voor Wim. Oké, een vriend van mij die was daar toevallig. Mm-hmm. Want die kent zijn vrouw, dus de vrouw van Wim. Ja. En zij had het over die jingle waarop hij vol trots zei: ja, dat is een vriend van mij heeft dat gemaakt. Goed. En zij zei dat Wim dat inderdaad zo'n mooie jingle vond. En zij ook. En ik heb dat zelf ook niet. Bij mij is die jingle eigenlijk weg van mij gegaan. Begrijp ik wat je bedoelt? Ik heb het wel gezongen en gemaakt, maar het staat meer voor echt alleen voor Wim. Begrijp ik een beetje hoe het is? Als ik het hoor, dan moet ik, oh ja, ik heb. In tweede Wim instantie gemaakt. Denk ik, oh ja, ik heb hem gemaakt. Ik vind hem ook hartstikke mooi, maar het heeft een extra lading, omdat Wim er niet meer is. Ja. Ja, dus je ziet ook Wim voor je dan. Misschien, waarschijnlijk. Ja, hij zat bij de VARA, hè? Toch? Nee. Ja. Zeker. Ja, en hij heeft ook arbeidsvitamine bij de AVRO gedaan. Daar hoor je hem ook veelvuldig hoor je hem daar voorbij komen. En ik kwam toen ik net bij het NOB kwam te werken. Dat was 98, 99. Had je niet de 3 studio met die jukeboxdeuren, maar die daarna weer. Toen stond hij eigenlijk weer op de oude plek waar jij dus ook gezeten hebt met Curry en Van Winkel. Ja. Met andere apparatuur. En het was altijd even leuk om even een bakje bij hem te doen. Ja. Dat vond hij ook altijd leuk, want sommige discjockeys van niemand in de studio. Maar Wim was ook zoiets. Nou, net jij vertelde over Alfred en Kees. Welkom. En nogmaals, en ik ben natuurlijk nu best wel een tijd lang weg bij radio. Of zo. Ik kom wel mensen tegen. En het is natuurlijk niet dat altijd alles vroeger beter was. Maar die generatie met Jos Freulich, Bas Westerleeuw, Jeroen. Als je die jongens tegenkomt, dan zijn we dezelfde seconde weer terug van hoe het toen was. Dus die jongens zijn nooit veranderd. Edwin Evers bijvoorbeeld ook niet. Het is wel een latere generatie. Maar dat is natuurlijk ook het prototype van belachelijk goed, grappig, altijd down to earth. Het is altijd respectvol naar alles en iedereen om hem heen gebleven. En dat zijn ook dingen die... Er zijn er veel meer, hoor. Echt veel meer, want anders doe ik andere mensen tekort of zo. Maar ik vond dat wel een mooie generatie die op een of andere manier... ik dacht iets dicht, soms misschien iets dichter bij de muziek en muzikanten stond dan. Misschien, weet ik niet, maar later. Er zijn natuurlijk. Nee, dat is onzin. Want ik ken te weinig mensen om daar iets van een oordeel over te doen. Maar in ieder geval, die tijd was voor mij te gek. En als je die jongens tegenkomt, zijn ze exact hetzelfde als altijd waren. Juist. Dit is de podcast Veronica Studio 3. De podcast waar we de publieke tijd en het begin van de commerciële tijd van Veronica behandelen. Met onze gasten blikken we terug op deze tijd om even een kijkje
in de keuken te krijgen hoe het destijds allemaal ging. Hè? En vandaag is onze gast Sjoerd van den Broek. En bekend van een heleboel jingles. We gaan nog even een compilatie doen van je. Ja. Veronica. Zo die lage stem, ja, deze hebben we toch al gehoord. Ja, die lage stem van net zo heb ik er weer even dingen. Dat kon ik niet en dat kon niemand. Oh. Alleen Alfred, dus die werd even ingevlogen. Alfred Lagarde heeft die... Nee, ik kan hem niet. En nog steeds niet. Oh. Prachtig. Veronica. Oh. Goed. Ja, nog een keertje. Komt hij nog een keertje. Dat doe je ook snel. Ja. Daar komt hij. Laatste zin? Ja? Alfred. Echt waar, joh? Dat is kanonnen nog lager dan een basgitaar, hé. Dennis? En er zat geen synthesizer bij, stiekem. Zo. Absoluut niet, ik heb het hem zien doen. Oké, echt. Ja, ik geloof je natuurlijk helemaal, natuurlijk. Jingles, ontzettend veel bijzondere jingles heeft Sjoerd gemaakt, zoals je zojuist hebt gehoord. We zitten nu een beetje in de Veronica-tijd. We hebben de Curry en Van Inkel jingle gehoord, de Countdown jingle. Wat waren er nog meer mensen bij Veronica waar je heel veel... We hebben natuurlijk net Alfred en Kees al even behandeld. Jeroen al een beetje... Bart van Leeuwen werkte ik wel voor. En een paar van die jongens die de klassieke muziek deden. Nou, Jan de Hoop zat er toen ook. Zegt onbedaardelijk lach altijd. Dus, Jan Hogestein is al inderdaad genoemd. Het wat wel grappig was, want die jingle die Alfred maakte over... er was één persoon binnen de radio met wie ik allemaal werkte. En nogmaals, ik kwam als 19-jarige jongen onbevangen binnen en is nooit veranderd. Eén persoon was ik nerveus. Was ik daar een beetje moest werken. Oh, echt? Ja, dan mag je raden. Wel van Veronica. Eén iemand waar jij... Beetje gespannen was. Beetje gespannen. Dan denk ik... Nou ja, Alfred was je goed. Lex? Juist. Ja, ja, dat Lex was wel de baas der bazen bij Veronica. En ik weet wel dat ik dat was zo'n... Terwijl het een ontzettend aardige vent was. Hij was wel een beetje afstandelijk, vond ik. En ook natuurlijk een stuk ouder. Maar dat vond ik dan toch wel spannend. En ik... dat is wel... Ik weet niet of die anekdote wel vertelde. Aan jou misschien wel, maar dat ooit Curry en Van Inkel... ik zat in een uitzending van Curry en Van Inkel. En op een gegeven moment gebeurt het volgende. Ik hoor Alfred zeggen, het spijt me. En Van Inkel zegt, voor de democratie. En Curry, voor Nederland. Oh. Het spijt me voor de democratie in Nederland. Nou, voor de oudere luisteraars, dat waren... En ik weet het, want zou niet meer terug kunnen halen, maar ik heb het op een cassettebandje staan. De allerlaatste woorden van Rob Oud. Ja. Op het scheepje, of het scheepje mag je niet zeggen. De Noorden, het uitzendschip van Veronica. Ja. En daarna hoor je piep, zoiets, piep, piep, piep. In ieder geval de laatste woorden. En dat omdat de een begon, dat kan je eigenlijk niet maken, ging de ander door. Het spijt me voor de democratie in Nederland. En of ik het nou, of Jeroen het me verteld heeft de week daarna, of een brief van Harding. Maar in het kort kwam er nog neer, nog één keer en jullie zitten weer bij decibellen, dat weet je. Oh, ja, memo's. Memo's, ja. Zoiets. Ja. En aan de andere kant vertelde Jeroen ook wel. Lex Harding was gewoon. Ja, er was geen vriend of zo van me. Daar werkte ik heel weinig mee. En heel snel werd de top 40 overgenomen door Erik de Zwart. Daar wel heel veel mee gewerkt. Maar Jeroen zat ook. Ja, weet je wel.
er kan, en dat merkte ik ook, heel veel bij Veronica. Rock'n'roll ten top. Ja. Er kon heel veel, maar er waren een paar dingen die niet konden. En dit is knijterhard. Jeroen zegt, hetzelfde dag had ik het over schaatsen kopen. Zegt Lex, weet je wel, ik ga wel even met je mee. Of wat hij ook deed, één keer in de maand nodigde hij ze alle DJ's en mensen uit bij hem. In Nijkerk, geloof ik, woonde die toen. En dan moest iemand wat maken. En dan gingen ze barbecue of uit eten. Dus het was echt een team. Club. En dat merkte je ook wel. Soms liep het, vond ik wel, zo uit de hand met Veronica Zomertour, waar ik dan ook wel eens was. En dan was het soms wel, ik denk, wow, op locatie, dat ging ook wel tekeer in een restaurant. Dus ik denk, nou, ik ga even een pak even een cafeetje om de hoek. Ik denk dat, serieus, dat ging soms ook wel los. Maar het, nogmaals, ja, het was nooit saai. Er gebeurde altijd wel wat. Maar nee, dat was wel een mooie club mensen bij elkaar. Heel veel vrijheid, maar er waren regels tot hier en niet verder. Nou, we zien even zo'n voorbeeldje van een memo achter je staan. Wat door Lex naar Adam Curry is gestuurd. Ja, precies. Oh. Jingle. Dus ja. Hier, dat nogmaals, er was voor mij met Lex aan een afstand. Want ik deed gewoon zijn techniek voor die dingen. Dus ik spreek niet uit ervaring, maar ik uit de jingles, zeg ik misschien. die wil ik niet meer op de radio horen. Maar het gaat vooral om die zin erna. Dat had ik je al een keer vriendelijk gevraagd. En ik weet wel dat ongeveer staat voor nog één keer. Okay, en je gaat weer lekker terug naar waar je voordat je bij ons zat, weet je wel? Precies, ja. De baas luistert. Hoe kom je eraan, man? Ja, dit hebben wij, internet. Staat er ook, hè? Veronica Internet staat. Dus op de internet heeft het gestaan. Wow, ja, dit, ik heb het zitten nu even allemaal te lezen. Maar dit zijn wel even tot hier en niet verder. Ja. Staat ook helemaal niet boven beste Adam of zo. Nee, Adam. Adam, ja, nou, precies. Over, ik denk dat die Daan toch op een gegeven moment weer naar Amerika gegaan is. Dat zou kunnen natuurlijk. Nou, 85, er zat wel een paar jaar tussen. Dus hij heeft nog een paar keer overleefd. Doordringen bij misschien. Ja. Zullen we even, we hebben het dan even Adam Curry, Jeroen van Inkel. Zullen we even een stukje luisteren van Curry en van Inkel? Ja, gaan we even doen. Ook eens in de bandje. Madonna's Borderline uit 1984. Ja, Jeroen, jij wil... She's a bitch. She's a bitch. Mag ik even dat de jury noteert dat ik dit niet gezegd heb? Uh-oh, dat is weer tijd voor een vraag. Ik ga mezelf een moeilijker maken, hoor. Noem 5 groepen waarin Eric Clapton gespeeld heeft. Oké, Derek en de Domino's, The Yardbirds, Scream. Nog 2. Drukwerk en Basic Ten. After Midnight. After Midnight. We're gonna let it all hang down. Ik zal me niet vertalen wat het precies inhoudt. Nou, laat ik het maar wel doen. Na middernacht laten wij het allemaal buiten hangen. Ja, dan flitst toch ook van alles door je hoofd heen, denk ik, hè? Zeker. Zonder meer. Misschien doe ik het wel vandaag. Misschien als je me hier even aan zou kunnen raken. Promise you made. Kak Robin, let op de uiterst Amerikaanse uitspraak. Heeft nog een verstrekker, wat zegt u? Te hard gereden. Te hard? Ja, maar hoor, Jeroen, kan je misschien je pasje laten zien aan die agent of zo? Of iets dergelijks? Ja, natuurlijk. Ik zal het even pakken. Te veel turbo. Maar wij werken voor Veronica, wij mogen hard rijden. We hebben te veel turbo gebruikt in de afgelopen... Maakt niks uit dat we voor Veronica werken. Het zijn altijd die Veronica's die te hard rijden. Ja, ja, het verkeersbord, ja. Ik weet ook wel dat... Tijd is al wel, hè. Ja. Ja. Als je het over duo presentatie hebt, dat is één geoliede machine. Maar het kan er ook niet. Het kwam er een beetje regen op mijn raam, meneer Dag, en daarom zag ik het verkeersbord niet. Oud Augustus, in 1978, wat deed jij toen je deze plaat voor het eerst hoorde? Genesis, Follow Me, Follow... Wat deed ik eigenlijk toen? Even kijken wat ik toen had. Even kijken. Dat is niet meer te herhalen. Laat ik dat maar niet doen. En jullie, eigenlijk, ik heb eigenlijk vakantie nodig. Dat, ik zie het er helemaal voor me. Ik ga denk ik naar... Nee, niet naar Tirol. Ik wil naar een warm land. Ik wil naar een warm land. Warm landgeluiden. Warm landgeluiden. Sint Maarten. Dat zijn warm landgeluiden. Ik drink een lekker drankje. Ik drink een lekker drankje uit een kokosnoot. Kokosnootgeluiden. En dan, hoe kom ik er? Ik kom met vliegtuig. Ik ga met vliegtuiggeluiden, Jeroen. Dames en heren, welkom op. Dat doe je goed, zeg. Vaker. Dat doet hij goed, hè, die Van Inkel. We noemen hem ook tegenwoordig de Van Inkel.
is al voldoende. Gewoon, hallo, met Veronica. Ja, dag mevrouw, ik wilde graag de Van Inkel. Beter bekend als je prins. Ja. Kan wel, hè. Dit is een hele mooie plaat, hebben wij besloten. Kim Carnes, Bon Voyage. Ze gaat heel raar zingen, volgens mij. En nu komt er een hele mooie montage. En even kijken. Misschien heb je daar wel meegeholpen met Jeroen destijds. En it's alright, vanaf kan de tropische buien mogelijk ook onweer en in het warmste mijn. Nu is de tijd om te emigreren naar vandaag. Morgen is het bewolkt en heeft even winterse buien. Mooi. Ik ben er toch wel ernstig stil van, Jeroen. Ja. 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 Een beetje ego voor je show, ja. Hè? Maar ja. Nou, ik had het er moeilijk mee, want Jos Maters heeft koffie gezet. Ja. En het komt vermoedelijk aan de achterkant van mijn hoofd er in steenvorm uit. Maar ondanks... Het is wel goed voor je kleppen. Ja, voor mijn dwarsligt nok en as. Alweer het eind van een Valentijns vrijdag. Nou, nog althans, niet helemaal. Ik heb nog Countdown Café, maar wat ons betreft... Zullen we het leuk vinden? Er moet echt niet boos over worden. Ik bedoel, dat soort dingen, die tekst... Je moet je voorstellen, als je daar als technicus zit... zij zit aan de andere kant van het, van het raam. 3 uur lang op vrijdag. Maar het was een komen en gaan van mensen ook... die dan de studio inkwamen. En als de microfoons dicht waren... dan ging de lol gewoon in dezelfde sfeer door. Dus op het moment dat het weer open ging... dan viel je soms midden in iets. Maar je voelde als luisteraar, nou, en ik zat er dan wel midden in... dat het echt feest was. Het was gewoon 3 uur feest. Iedere week weer. En dat hoorde je op de radio. En hun samenspel en hun... Hun snelheid, hoe zij op elkaar reageerden, is te gek. En ik weet niet of dat zo is, maar ik denk dat dit echt het eerste voorbeeld was van duo-presentatie. Dat denk ik, maar voor mij wel in ieder geval. Ik denk van ja, dit is zo... En dit is gewoon caféketen, weet je wel? Ja. Maar nog steeds moet ik er erg om lachen. En niet omdat ik... ik weet niet eens of ik hierbij was, maar zo ging het gewoon iedere week. Ja. Het was gewoon alsof je met z'n allen in een café zat. En daar zaten mensen wel op te wachten. Maar ik denk wel dat het vrij nieuw was. En dat bedoel ik ook. Het mocht helemaal losgaan. Er was altijd wel, ome Lex die er ergens boven stond. Ik denk van, oké, jongens, dat is het plafond, niet verder. Maar voor de rest, de vrijheid die ze hadden... en scheid aan welke tot dan toe regels voor radio of zo. Ik bedoel, ze verzonnen ze te plekken. Ja. En ik denk dat het een redelijke standaard heeft gezet... Curry en Van Inkel voor heel veel programma's daarna. Heel veel programma's daarna, ja, inderdaad. Nou ja, natuurlijk opgevolgd door Stennis en Van Inkel... met Jeroen van Inkel zelf. Er zijn daarna legio's duo's geweest. Koen en Sander. Noem het maar op. Ja. Veenstra en Ekdom. Ja. Extra Weekend. Op 3, ja, dat was echt een ode aan dit. Ja, en zijn allemaal andere, Begeer is ook te gekke gozer. Allemaal andere soort mensen en zo. Maar ik heb het idee dat er heel veel DJ's van deze tijd, en zeker nog van 10 jaar terug, toch zoiets met de schuine ogen. Nou ja, er is niemand die ik gesproken heb die Curry en Van Inkel niet helemaal te gek vond. Nee. Dus ja. Precies. Je wordt daarmee, mensen groeien daarmee op. DJ's groeien daarmee op. Gijs Staven is ook een voorbeeld van. Ook een beetje Jeroen-achtige manier van presenteren, weet je wel. Soms houden die in het begin heel die stemmen niet eens aan elkaar bijna. Het Gijs. En ook trouwens ook wel. Het weer even in het begin ook wel, hoor. Daar hoor je wel echt een beetje de sound van Van Inkel soms in terug. Ja. Dus dat is wel bijzonder. En Jeroen was ook een hele goeie. Ja, die kon heel goed met jingles tekeer. En die compilaties inderdaad. Ik kan hem niet herinneren, hoor. Er waren heel veel collega's die dat heel mooi kunnen. Maar zijn visie op dat soort dingen. Ja, Jeroen is wel een gigant daarin, ja. Ja, het zou misschien te maken kunnen hebben, want dit komt uit 1986. Nou, ze hebben het over Valentijnsdag, dus dat zou februari zijn. Misschien dat destijds Adam al iets had laten blinken van dat hij naar Amerika zou gaan. Dus dat hij, want je hoort ook een jingle van C100 bijvoorbeeld.
Dat is dan het Amerikaanse station in New York. Zou kunnen. Ik weet niet wanneer die vertrokken is eigenlijk. Weet niet. Dat was 87. Ah, oké. Okay. Ja. 10 oktober hebben ze de laatste uitzending gemaakt. Ja. Helaas. Tof. En er viel even zo'n stilte, merkte je het? Ja, even... Zo'n 3 seconden stilte. Helaas. En toen... Mooi. Ja, dat was al even een moment waar we even bij stil konden staan. Precies. Podcast, Veronica Studio 3, de podcast waar we de publieke tijd en het begin van de commerciële tijd van Veronica behandelen. Met onze gasten blikken we een beetje terug op deze tijd, een kijkje in de keuken. Hoe speelde het zich allemaal af destijds? En onze gast vandaag, Sjoerd van den Broek, bekend van een heleboel jingles. Ja, wat zou je zeggen van iemand die kom je tegen, Sjoerd van den Broek? Wat zou je het leukste vinden als iemand zegt van, direct zegt van, daar ken ik hem van? Ja, vriend, behalve vriend natuurlijk. Nou, dat vind ik echt... ik ken hem van iemand die tot dat moment gewoon een ontzettend leuk leven heeft gedaan. Ja, daar gaat het. Ik heb... Alles is een wisselwerking van dingen. Maar wat ik je al vertelde, ik ben niet de beste in dit of beste. Het is nooit dat streven geweest. Maar ik heb alleen maar... En nou, misschien dat ik dat stiekem zonder dat iemand het doorvertelt mag zeggen. Ik ben nu 60. En als je dan terugkijkt, ik heb alleen maar leuke dingen kunnen doen. Met hele leuke mensen kunnen werken. Hoop lol gehad. En nog steeds. Hoe mensen mij herinneren of... Nou, daaraan denk ik. Ja. Gewoon heb het naar je zin. Heb het naar je zin. En ik heb nogmaals, wat dat gaat ook heel veel geluk gehad. Heel veel leuke mensen tegengekomen. En dat gaat ook maar door. En ik ben enorm blij met die liefde voor muziek. Want laat het niet hopen, maar relaties kunnen stuk gaan. Er kan heel veel gebeuren, maar muziek zit in je. En voor mij dan ook nog eens een keer mijn eigen studio... waar ik alles creatief kan maken wat ik verzin. Het stopt bij het verzinnen. Als ik het niet kan verzinnen... Dus alles is mijn, tussen aanhalingstekens, schuld. Ik kan nooit iemand... Maar als ik iets verzin, heb ik niemand nodig. Geen tijd, geen... Tuurlijk, ik vind het echt superleuk en nog steeds het leukste... om met een live band te spelen voor publiek. Mm. Ik ben echt een performer voor publiek is het mooiste ook. Is ook mooi. Stage-based. Ja, zeker. Ja. Vind ik, en zeker met mensen. Mensen zijn leuk. Ik vind dat een super uitvinding persoonlijk. Ja, ja, gewoon een reactie op je nummers. Leuke uitvinding. Leuke uitvinding. Dus ik vind het cool. Maar ook soms niet. Soms wil ik, of heb ik daar niet zoveel behoefte aan. En dan kan ik gewoon in mijn eentje lekker inderdaad thuis. En dat zeg ik ook. Gewoon een biertje erbij. En klooien. En als het niet af is, is het ook goed. Dus ik ben wat dat er gaat een gezegend team. En denk van ik kan op dat creatieve muzikale gedoe werken. Kan ik lekker in mijn eentje rommelen. Ja. Nou, we zullen nog even we hebben nog een compilatietje. Denk ik. Jeetje. Ja. We hebben nog even kijken hoor. Deze is dat volgens mij. Wat ben je toch afwezig, vind je ook niet.
Dit zou nog wel uit die SVM-studio komen, denk je, toch? Dit is volgens mij toen Jan Hoogestein naar de Varen ging. Ah! Toen vroeg hij wel van iets van een rockpakket maken. En dan had ik wel zoiets, ja, dat wordt wel vormgeving dingen. Maar uiteindelijk hebben we er toch nog wel iets van een rocky, iets anders van kunnen maken dan de nou ja, zonder waardeoordeel, de wat gladdere Amerikaanse sounding. Dit is best wel met gitaren veel en dat soort dingen. Dus dat was wel leuk. En daarvoor, god, wat leuk, want... Die kon ik niet ergens meer vinden in mijn dingen. Dat is ook met Lisa Boré en met Laura. Maar dat is een andere sessie dan uit de SVM. Dit is volgens mij uit Audio Studio 1. Met het prachtige verhaal van Herman Brood. Oh ja. Toen die nog heel was, die studio. en toen hebben we daar gemaakt. Want ik hoor wel dat ik dan gegroeid ben met het arrangement. En met de sound en zo. Maar later inderdaad ook nog. Want ik dacht... ooit ook nog zo'n jingle gemaakt. En in principe, ja. 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 Maar ik heb later ook nog een jingle gemaakt. Ook zoiets. Dat gaat dan ook het hele tijd over een dat het helemaal nergens over gaat. Een liedje wat over dat het helemaal niet over een jingle gaat. Of zo. Nou, ik weet niet meer. Anyways. Dat moet ook nog wel ergens te vinden zijn. Maar dat vond ik wel leuk. Om ze nu en dan wat... gekkigheid. Nou, ja, omdat ik wel de vrijheid kreeg. Maar ik weet wel, ik had... Op een gegeven moment was... Gordon ging met Replay wat spelen. En dat was een beetje hetzelfde trucje. En een beetje, nou ja, laten we zeggen, een beetje zijige muziek. En op zich wel mooi gemaakt, maar zo. Ik vond dat zo glad. En ik dacht van, nou, dat kunnen we. Oh, heb je. Ja, dat is gewoon draaien. Jussel Stenders trouwens. Oh ja. Dat is wel een beetje ondeugend. Maar het mocht wel. Het is een grappig. Wow. Net of Milli Vanilli begint. Ja. Ja. Lekker glad, hè? Ja. Ik wil jullie graag iets vertellen. Zeg het dan, zeg het dan. Iets wat heel belangrijk is. Wij willen het weten. Gelukkig kan ik dat kwijt. Wij staan dus vroeg. Dat is heel mooi meegenomen. Ja, je moet ervan houden. Ik stond met zingen. Nee, maar dat is, ja, nogmaals, stop, ik had op dat moment wel... als je voor iemand, of nou Veronica ervaren... volledig de vrije hand. Er werd ook wel eens een keer gezegd van... ja, dat gaan we niet doen, hoor. Er zijn echt jingles. Ik denk, wow, dat is te gek. Dat is misschien gaat iets te ver. Maar... En dat vond ik dan ook prima. Had ik het wel gemaakt, maar dan denk ik... nou ja, oké, weet je wel, dat is het risico van het vak. Maar ik, de vrijheid om op zo'n podium als de Nationale Radio... gewoon een hoop gekkigheid de eten in te gooien, vond ik wel kicken, ja. Dat echt, en nog steeds. Maar het is, als je dan zo weer terugluistert, moet ik zeggen... ja, ik moet er zelf ook wel om lachen, weet je. Dat is de bedoeling. Ja, dat is wel grappig. Nou, dan heb je het inderdaad op die manier gebracht zoals jij het wilde. Niet alleen maar de standaard jingles, maar ook het grappige over na moeten denken. Ja, en ik heb ook eens een keer een jingle gemaakt over een odol. Nou, ik ga niet uitleggen wat dat is, maar sommige mensen weten dat wel vanuit autogereden. Maar dan ga je niet op de radio. Alleen het gekke is, wat ik altijd ontzettende uitdaging vond, is teksten die soms helemaal nergens over gaan. Mm. Ook omdat ik soms geen inspiratie had, maakte ik iets wat nergens over ging. Dat ging er ook. Ging ik dan zingen, dat gaat nergens over. Maar als je het muzikaal mooi maakt, dan wordt het toch nog geaccepteerd. Als je dat heel stom doet en weet je wel, dan is het wel één dingetje. Maar als je het de rest heel mooi maakt en de tekst is compleet lulkoek, dan is het
Ja, vind ik dan. Alles is smaak. Maar dan vind ik het toch nog grappig. Weet je wel. Alleen moet je dat niet te vaak draaien. Want als je een grap in een liedje maakt of in een jingle, ja, dan heb je hem na één keer gehoord. En dat eraf. Is wel zo. Dus dan wordt het een paar keer gedraaid. Maar dan kan je beter vormgeving gaan doen. Maar, komt-ie. Wel leuk. Buiten gek, ja, tuurlijk. Oh, oh, oh. Jij durft alles. Ja. Zij luistert naar de radio, Veronica staat aan. Hij denkt aan fellatio, zij aan een mama. Oh, oh. Ze hoort van enkel zijn muziek, het dekbed staat weer bol. Ze schrikt van zijn auto. Rinko de Kinko bij Veronica. Jij durft alles. Ik natuurlijk. Nu in geschiedsvervalging maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Ja, er moet wel een cognacje in gezeten hebben bij het componeren. Dat is super grappig. Maar was dit, kwam jij hier gewoon mee naar Jeroen? Of had Jeroen zoiets van, joh, was het een opdracht? Of? Ik weet nog wel, in het begin. Maar toen was Wim Stoffels het eerste jaar van Keynote, is dan mijn jinglebedrijf. Toen kwamen Rob en Jeroen al was bij mij thuis. En dan zaten we teksten te verzinnen. Maar dat was voor mij alleen maar de eerste keer. Daarna was van met Jeroen ook nog wel wat suggesties hier en daar. Maar, en met Rob ook van, weet je, maak maar wat en we kijken wel. Ik zei, nou, ik maak gewoon dingen en als je niks vindt, dan doen we het niet. Of dan ik ging ook geen demo's maken of zo. Ik maakte gewoon het liedje en eigenlijk volgens mij is er niks... niks afgekeurd. Kijk, zo'n parodie op Gordon of zo. Dan, ja. Nogmaals, dat weet je. Dat kan je niet standaard. Zo'n grappen kan je niet standaard blijven draaien. Nee. Want dan is de grap af. En Odo is gewoon een leuk liedje. Dus dat ging er misschien wat vaker. Ik heb geen idee hoe vaak dat dan allemaal gedraaid is. Maar ik had de volledige vrijheid. En we gingen niet meer echt bij elkaar zitten. Misschien een keer via de telefoon. Voor dat item heb ik iets nodig of zo. Ja, precies. Maar het waren ja. gewoon pakketjes dan steeds. Ja. Weet je, we maakten maar 5 of 6 of zo. En dan kijken we wel welke gebruik. Ja, en daar werd er gewoon voor betaald. Ja, natuurlijk. Later was het wel eens. Ik kan nog wel iemand. Er zijn twee voorbeelden van. Dan belde iemand op van. Ah man, ik had die jingles voor Veronica weer gemaakt. Wil jij niet voor mij een pakketje maken? Ja, natuurlijk. Hoe kost het nou? Het is tegenwoordig gebruikelijk dat je gewoon de Buma Stemra krijgt. Dus, hè, want we draaien het gewoon op de radio. Dan krijg je Buma Stemra. En dan zei ik van, nee, maar dat is te gek. Maar dan moet je even iemand anders bellen. Ik zeg, want ik vind dat een rare vorm van... Ik snap wel dat mensen heel graag willen dat hun liedjes gedraaid worden op de radio. Maar je moet wel gewoon normaal... Je werkt... Ik zeg, ik vraag nooit, zoals je weet, de hoofdprijs. Ik noem maar wat. En ik wil het ook nog wel 4 keer overdoen als het niet goed is. Maar ik ga niet onbetaald jingles maken. Omdat de rest dat wel doet. Ik zeg, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Als je het niet door hun laat maken. Ja, maar die zijn niet zo leuk. Ik zeg, snap je mijn stilte dan? Ik bedoel, ja, weet je wel. Maar... ik werd laatst ook van mijn Radio 10, bijvoorbeeld Ernst Sil van Stoet. Ik weet niet of je kent. Ja, ja. Ja, hij zegt ontzettend aardig gozer. Die belde mij op. En nogmaals, toch weer iets van nieuwere generatie. En die belde me op. Jij spreekt met Sil van. Ik ken jou al heel lang, maar jij kent mij niet. Maar ik ben een enorme fan van jouw jingles. Ik zei, dat is echt super knijtercool om te horen. Ik zei, wat leuk, wat lief, wat te gek. Ja, met Van Inkel, dat. Allemaal voorbeelden gaf hij. Hij zei, ik vraag het maar gewoon. Zou jij... Zou jij niet van mij een paar jingles willen maken? Of een jingle of zo? En zei, ja, natuurlijk, weet je wel. En dan maak ik hem ook helemaal niet uit. Weet je wel, dat vind ik gewoon superleuk. Als mensen gek zijn van radio en dan doe ik het 10 keer over totdat het goed is, weet je wel. Maar dat vond ik superleuk. En mensen nog vaker van, waarom ga je niet vaker jingles doen? Ik vind het te gek om te doen. Alleen... Ik vind zoveel dingen te gek. En nu ben ik weer druk met de band. En hè, met mijn eigen plaat weer. En met. Er zijn altijd weer andere dingen. We staan nu ook in theater met LSB, wat superleuk is. Ik dacht nooit dat ik dat leuk zou vinden. Maar dat is echt heel erg leuk om te doen ook. En vooral de uitdaging in het theater om te kijken of je die met muziekproducties in het theater
zit er altijd zo'n onzichtbare muur tussen het publiek. Omdat je zit, je hebt geen bier in je hand en de band. En mijn uitdaging is om die muur zo laag mogelijk te houden. En dat gaat... we doen nu toch maar een beetje reclame. De show Beatles and Beyond. Dus liedjes van de Beatles, maar vooral ook allemaal kruisbestuivingen. Dus bands die beïnvloed zijn door de Beatles en daar één nummer van maken. Er zitten een paar van zo'n mashup dingen. Dus een liedje van de Beatles met iets van Crowded House. Een liedje van de Beatles met Tears for Fears. We doen een verhaal over Clapton, omdat het beste vriend van George Harrison was. Ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. We doen wat eigen versies van liedjes van de Beatles of van solo liedjes. Dus het is niet alleen Beatles, maar wel alles... daardoor... Beatle gerelateerd. Ja, en dan stel je gewoon veel vragen aan het publiek. Of, ja, wat bijvoorbeeld in theater na het derde liedje heel apart werkt, is dat heb ik een quizvraag. Nou ja, begin jaren 60 op een gegeven moment ontstond er iets bij het publiek wat helemaal uit de hand liep als de Beatles ergens speelden. Meisjes vielen flauw. Heeft iemand een idee wat daar de Engelse term voor was? Beatlemania. Ik zei, ja, Beatlemania was dat. Ik zeg, er zit toch altijd zo'n kleine muur tussen ons en jullie. Ja, we zijn nu aan het begin van de avond. Het is misschien handig dat we allemaal even losraken. Dan tel ik tot drie. En dan maken jullie even het geluid van Beatlemania. 1, 2, 3. En dan in het begin wordt er wel gegild. En dan zeg ik, ja. En nu heb je het verschijnsel dat je dus naast je iemand hoort gillen. En dat je dan denkt, ah, ik zie dat diegene zo los is. Dat heb ik gemist. Dus we doen het nog een keer. En dan, het is heel gek, ook oudere mensen. Want het is Beatles. Er komen heel veel oudere mensen ook op af. Die dan toch zoiets hebben van... Wat gek, mijn man zit in één keer te gillen. Dus, dus het is ook weer zorgen dat je het... gelukkig krijg ik een compliment, ook van de week ook weer gespeeld in Baren en in Nijverdal. Dat mensen roepen van, je voelt je heel erg thuis bij jullie. Welkom bij jullie. En de afstand is zo klein tussen de band en het publiek. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd een mooie compliment... Ja. Dan dat ze zeggen, wat kunnen jullie mooi zingen. Ja, precies. Ja, dus dat is heel sfeer, mooi. Ja. Wel leuk net, trouwens, dat je in die zaal mensen een beetje betrekt bij je spel. En ja. Van Beatlemania en doe een quizje en dat soort dingen. Wij hebben ook een soort quizje. even kijken hoor. Knopje. Ja. We hebben namelijk het item de archiefband. We hebben zeg maar in de Veronica Replica Studio hier... we hebben onder andere het analoge bandenarchief van Jeroen van Inkel hebben gedigitaliseerd hier. En de banden staan hier nog. En ik heb hier op de bank achter mij zes archiefbanden neergezet... waar totaal verschillende dingen op staan. En Sjoerd, ik heb hier een dobbelsteen. Dus als jij... Okay. En waar gooi ik hem dan? Nou ja, dat je in ieder geval kan zien welk nummer... Okay. Oh ja, dat zo kan het ook. Twee. Nou, lopen wij naar de bank? Ja. Dan zet ik mijn koptelefoon even af. Ja, dat is goed. Er lag nog een band op, dus die... Als jij nummer 2 dan even pakt... Nee, niet kijken. Oh, niet kijken. Wil je hem er zelf op leggen? Of zeg je van, nou doe jij maar. Ja, kijk eens of je het nog kan. En dan had je soms een keer, een band die niet goed opgerold was, dan viel dit eruit. Ja. Dan had je een groot probleem eindigd. Is dat wel eens gebeurd bij je? Hij zegt niks. Nee, of het jou wel eens was overkomen voor uitzending. Echt waar? Ik was overkomen bij een uitzending van Dostojevski, serieus. Oké. Okay. En toen bleek iemand er thuis, en jij als technicus weet dat een beetje ook. Die had die band, bleek later, want ik kreeg enorm op mijn kop. Want die zou dit weekend uitgezonden worden. Dan moest ik alleen het begin en het eind een beetje veranderen. En ik pak die band eraf. En de kern valt eruit, dat is het middenstukje. Ja. Einde verhaal. Ja. En toen werd er... Was een beetje boos en ik dacht, hoe kan dat nou dat hij niet goed opgerold is? En ik denk, ik heb wel een idee. Ik zeg, en mijn chef was er ook bij geroepen toen, van de AVRO. En ik vroeg toen aan die producer, ik zeg, heb jij hem toevallig nog even het begin en het eind afgeluisterd of zo thuis? Toen zei hij ja, ik zeg op een Rayfox of zo. Ja, en toen zei mijn chef, en denk ik, dat moet je natuurlijk niet. Ik vind dat wel flauw dat je hoog opspeelt, want dat had iedereen kunnen gebeuren. Want als je op een Rayfox machine zo'n band draait, dan die draait niet snel goed genoeg op en dan valt hij gewoon naar beneden. Dus het is niet strak genoeg, maar wel goed gesproken. Ja. Hij staat nog niet scherp zoals het Nee, heet, maar we gaan hem gewoon aanzetten en dan kijken we wel eens wat er gebeurt. Kijken. Nou, we hebben geen idee. Er staat wel iets op de band geschreven. Mag ik kijken? Ja, jij mag kijken. Nu.
zwart. Rinkel de Kinkel, de Nederlandse top 40, Curry en Van Inkel en Countdown Café. Jingles. Ja. En goed gemaakt ook. Geen idee of ik er wat mee te maken had. Maar dat zou ongetwijfeld in de Ecke 5 gemaakt zijn, dit. Ja, want het lijkt me wel zo'n... dat met die 8-sporen recorder en ja. Inspreken, over elkaar heen dingen inspreken. Ja. Ja. Curry en Van Inkel. Mooi ook. One small step for man. One giant leap for mankind. Veronica. Dat was jij niet, volgens mij. Nee. Maar... kijk wat er nog meer op staat. Nog een versie. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Veronica. Nou, dat dus, de archiefband. Leuk. Deze archiefbanden zijn natuurlijk al gedigitaliseerd voor Jeroen van Inkel. En die kun je natuurlijk ook in zijn podcast. Want hij heeft natuurlijk ook een podcast over Curry en Van Inkel. Kun je die dingen al een keer voorbij horen komen. Maar ik vond het wel grappig. Ik denk een beetje interactief. Ja, zeker. Echt te gek, hoor. Ja. Het is echt... ik denk dat dit, serieus, hoe jullie het hier doen ook. Ik denk dat voor iedere radiomaker van deze tijd ook te gek is. Serieus, ja. Het is... Ben jij meer hardwareman? Dus dit, dat allemaal verschillende apparaten? Of vind je het ook wel heel fijn om dat alles op een computerscherm? Nou, ik heb. En nogmaals, de discussie voer ik niet met mensen. Gewoon dat het een ontzettende smaakding is. Maar ja. Ik heb thuis. Ik gebruik heel veel de muziekprogramma's. In mijn geval Cubase, sequencerprogramma. Maar ik heb wel een geluidskaart met 32 kanalen. Echt hardwarematig uit. En die gaan gewoon nog een analoge mengtafel in. Ja. Omdat ik ook analoge galmen soms wil gebruiken. Ik wil ook de EQ's van een tafel gebruiken. En daarna gaat het weer terug naar de computer. Maar voor mijn gevoel is er iets meer scheiding in de instrumenten. Omdat als jij in een, even technisch verhaal, maar een mengtafel ingaat. En iedere bron heeft zijn eigen, hoe dat heet, broodje of wat ook. Ja. Het is toch elektrisch allemaal. En dat is nooit gelijk. Nee. Er gebeurt altijd iets. Ik heb het idee dat gewoon iets meer. Maar goed, het is niet in de discussie. Misschien lul ik maar uit mijn nek. Maar het is mijn gevoelsding. Ja. Ik heb het idee dat het dan net iets meer warmte geeft. Als het één keer in de hele keten allemaal even analoog wordt. Alles. Ja. Alle dingen die ik opneem. En inmiddels zijn de plugins al zo. Ik gebruik nu zelfs sinds twee, drie jaar pas echt reverbs bijvoorbeeld. Van digitale reverbs vanuit de computer. Daarvoor heb ik gewoon Lexicon dingen. Dus de standaard mooie reverbs, TC Electronics, Lexicon dingen. En dat kan je dus natuurlijk alleen makkelijkst even aansturen vanuit een analoge mengtafel. Ja. Dus ik wissel het nu een beetje af. Het is geen maat, maar ik blijf sferen bij één keer gewoon ook voor mijn gevoel met mixen. Dat je toch nog eventjes, kan allemaal in de computer, allemaal geautomatiseerd. Ja. Maar toch merk ik dat ik bij een mix toch nog even... Even veders in de voel hand. En toch nog even de zang, even een woordje harder of een zingetje harder. Terwijl ik het al wel geautomatiseerd heb, wij spreken. Misschien is het ook een psychologisch dingetje. Ik vind het heerlijk, even achter een mengtafel zitten. Nou, dus, fair enough. Daar hoeven we helemaal geen discussie over te hebben. Dat is gewoon jouw mening. Nee, dus prima. Ja, er zijn de puristen die zeggen, het is allemaal digitaal. Ja, misschien wil ik gewoon niet alles digitaal. Misschien hetzelfde als het voorbeeld geeft over cd of plaat nu. Ja. Van de jongeren nog aan toe, zit veel meer diepte in. Naar plaat nu. Ja. Vinyl. Ja. Dus te vroeger was digitaal heilig, nadat de platen weggingen. Dus het is ook een nu hoor de niet muzikanten, niet technici, maar echt de belangrijkste mensen voor ons, voor mij in ieder geval, namelijk gewoon de luisteraars, de muziekliefhebbers, die hebben dus kunnen het niet duiden. Of ze kunnen het wel duiden, maar niet uitleggen. En daar gaat het denk ik om. Ja. Ze kunnen wel zeggen, het voelt toch warmer. Oké, that's what it is. En de handeling, je hebt een hoes die groot is. Alles bij elkaar kan het zijn. Dus het is moeilijk om daarover... Het is een gevoelsding. Gevoelsding. Heel persoonlijk. Ook bladeren door platen. Nog kijken. Kijken artiesten, naar de artiesten. Waar het lied om gaat en zo. En dan toch je luisteren. Sowieso. Natuurlijk met tekst, als je iets meer weet... Luister je toch weer even Als ik een LP opzet, dan is het gelijk. Dan pak je die hoes ook gewoon. Dat je, tegelijkertijd. Ja, dat is toch een soort beleving. Ja. We zijn bij het nu. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je... je hebt al een klein beetje dingen laten doorschemeren. Van, je speelt nog steeds in bands. Ja. Je maakt nog jingles. Wat doe je allemaal nog meer?
tegenwoordig? Ik werk nog voor 50% bij NOS, hoe het begon, NOB. Ja. De tijd waar we het uitgebreid over gehad hebben, Veronica, nog de laatste 15 jaar 50%. Lekker. Dus 20 uur per week. En dat creëert voor mij nog steeds de... En de rest van de tijd maak ik muziek. Of het produceren, of het zelf spelen, of het opnemen. Of het mixen voor Koning Café bijvoorbeeld, voor Kees Baas. Jaar in en blijven doen. De bands mixen alleen. Dus niet het programma, maar alleen de muziek. Bands. Ik zeg, ja. Thuis kan ik dat doen. En dus wat dat er gaat, voel ik me financieel onafhankelijk. Dat ik ben nog steeds... Ik hoef nog steeds geen dingen te doen op muziekgebied die ik niet leuk vind. Of het nou met iemand werken is... ik bedoel, als ik iets niet zie zitten of niet leuk vind... dan hoef ik het voor mijn portemonnee niet te doen. Dus muziek is nog steeds zo heilig als toen mijn vader ooit zei... van misschien moet je iets naast de muziek gaan doen wat. Daar heeft hij 100% gelijk gehad en nog geen seconde spijt van gehad. Ik krijg de vraag wel eens, denk je niet dat je verder gekomen was als... Als je volledig muzikant was geweest? Ja, sowieso heeft dat geen zin. Want ik heb het niet gedaan, dus het is voor mij een energie die je niet over hoeft na te denken. Maar ik kan dat nog steeds doen. Dus gedeeltelijk technicus zijn en muziek maken. En ik heb ook nog tijd gezet om op een hele leuke manier mijn kinderen te zien opgroeien. Ook nog tijd voor overgemaakt. Over kinderen gesproken? Je hebt een hele talentvolle dochter. Ja, Kes, ja. Soms op Jingle Sings ze mee. Nou, Dirk Schelen, mijn zoon trouwens, heeft ook op mij gezongen. Dirk Schelen, die kinderliedjes, ja, dat is Kes, ja. Wow, ja. Nee, en Kes zong ook altijd. En ze woont nog thuis, is 20. En mijn zoon is 22, heel goed met video-editing. Nu maakt ook clipjes voor Kes. Dus we houden het heel lekker in de familie. Hij heeft mijn clips voor mijn cd ook gemaakt, Finn. Is nu video-editor bij NEP. Dus het is alles. En alles lijkt ook bij hun organisch te gaan. Echt gek. Gewoon, Kes is gaan zingen. Hij heeft toen meegedaan met The Voice, inderdaad. En heeft met Ayoub Maag heeft ze dit battle gedaan. En ik hoorde later via RTL, via The Voice ook terug... dat ze dat echt wel zo'n beetje de beste battle vonden. Nou, het was ook zeer emotioneel. Marokkaans en Nederlands door elkaar. Heel veel mensen hebben het gezien. Ja. En een mooie clip daarvan gemaakt ook. Hadden er ook een mooie clip van gemaakt, toch? Dat was die andere. Precies, dat is Zina. En Zina is de single. Ze zaten bij Ali uiteindelijk in de groep, zeg maar. Ja. En Ali heeft ze meteen na de laatste opname, ver voordat het publiek het zag, dezelfde avond dat zij eruit lagen, zoals dat heet. En ik weet nog, want ik zat, is interessant, maar we speelden in Amerika van die cruiseboten, zoals met LSB. Helemaal te gek. Ook muziek maken met de Hollies en de Beach Boys. En wij. Hartstikke te gek. En toen zat ik op de Caribbean, belden ze dat ze niet doorging. Maar pap, geen idee, zat na. Want Waylon, die daar ook bij was, die had gezegd van dit is natuurlijk wel het juiste moment om te stoppen, om niet door te gaan bij The Voice. Anders heb je namelijk simpelweg, zoals iedereen in het wereldje weet, met contracten te maken waar je aan vast zit. Mm. En zij, vlak voor dat moment gingen ze er alle twee uit. Dezelfde avond is Ali met ze naar de studio gegaan. Hebben ze het liedje Zina opgenomen. Wow. En de ballade... Of het liedje wat ze in de battle gezongen hebben. Ik geloof iets nu 7,7 miljoen keer gestreamd of zo. En Zina de single daarna rond de 5 of 6 keer. Dus de kerst heeft een goed begin. Ja. En wat zeg je? More to come. Ja, wat ontzettend te gek is. En dat is heel erg bijzonder. De Vorstin in Hilversum, een poppodium. De Vorstin in Hilversum, waar we in de buurt wonen. Op 2 december geeft Kes met een echt een geweldige band haar albumpresentatie. Ja. Die ze nu heeft. En op 10 december geef ik mijn albumpresentatie ook in de Vorstin. Ja. Dus echt in een week tijd. Het is echt puur toeval. Maar dat je echt met je dochter... Dat is echt onvoorstelbaar. Kijk, daar is hij. En dat is hem. De Why Not plaat. Ja. Ja. In de coronatijd opgenomen... Wij doen ontzettend leuke dingen met LSB, met LSB Experience. Nou, ik heb net al verteld dat je op zo'n boot een beetje daar cocktailtje bent kijken. En 1 uur per dag spelen. En bij Sint Maarten even eraf. En San Juan eraf. Dit dus doen. Kijk. Oh, kijk nou toch. Ja. Dit was het echte moment naast Spotify. Want dat zou alleen Spotify worden. Ik denk, dat gaan we niet doen. Deze clip heeft Finn ook gemaakt trouwens. Ja? Kijk.
Dat was echt het moment dat ik dacht van nu is het plaatje nu klaar. Nu is het plaatje klaar. Ja, ja. Ik zit wel in de generatie, ik moet wat tastbaars hebben. Geen hond heeft meer een cd-speler en ik heb er 500. Inmiddels gelukkig niet meer. Maar... Nee, je had er... Nou, welke? Wat vind je... Ja, ik vind hem... Ja, echt Sjoerd. Ja. De cd bedoel ik, hè? Ik heb hem een paar keer geluisterd in de auto net nog even hier. Ja, ja, te gek. Ja, dat, weet je, het is, kijk, ik nogmaals, we deden met LSB op dat moment door de theaters en zo niet een eigen liedjesplaat. We hebben er ooit, The Experience is wel een lied van een cd van LSB die we opgenomen hebben. Met, ja, ook wel bekend, denk ik, Erwin Musper, producer van vroeger van Doe Maar en van oh, ja. Scorpions heeft hij gedaan. Had de studio in Amerika. Wij waren daar om op een festival te spelen. Hij zegt, kom even langs. Ja, daarna zijn we weer langs gegaan. Maar dan een maand hebben we die plaat erop genomen met hem. Geweldige kerel. Maar ik had wel liedjes liggen. En wij gingen het niet doen. En toen kwam corona. En tijd genoeg. Dus ik heb heel veel tijd hier. En veel te veel tijd natuurlijk weer met alle 30.000 jingle koordjes erin en zo. Ja. Maar het was een freakplaat. Zou 6 liedjes doen. Denk van nou, zetten we dat op Spotify. Werden er 14. Ik denk, dan moet het ook maar gewoon een LP worden. Want, of een echt een hele cd worden. Want anders dan is het niet af. Dus, Veronica Replica Studio zou geen replica studio zijn als er ook nog cd's zijn. Heb je nog wel een cd-speler? Ja, nou, wat een luxe. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, 2 nummertjes gestuurd via de uitwisselbak, zeg maar. Maar dat ja, gaan we niet ik doen. Kies zelf maar wat, hoor. Nee, ik wat jij hebt zijn dat die 2 nummers die jij hebt gezegd, zijn dat dus The Wasted Years en The Road to Nowhere? Zijn dat jouw dierbaarste nummers van dit album? Het verschilt. Het is een beetje afhankelijk van mijn gemoedstoestand, moet ik eerlijk zeggen. Dat is echt wel met dit soort dingen zo. Het is natuurlijk heel individualistisch, omdat ik alles zelf gedaan heb, behalve de drums. Mijn goede vriend en drummer van LSB Experience, Peter Dijman, heeft de drums gedaan, omdat ik vond, ja, hij is echt heel erg goed. En ik vind die persoonlijkheid voor de drums er wel lekker in. En het is ook leuk om het in ieder geval met 1 iemand te kunnen delen. Als je in het hele proces... Ja. Was, niemand zag mensen, weet je wel. Nee. Het was echt wel heel erg, wat dat er gaat, te gek. Maar ik... ieder oordeel over je eigen liedjes, zeker als het zo'n solo, echt letterlijk solo plaat is. Ik vind het mooi omdat het mijn smaak is. Ja. En ik ben er trots op, super trots op. Dit is een iets wat blijft. En de rest is aan anderen. Om daar iets van te vinden of te oordelen. Dus niet voor mij verder. Even een klein stukje Road to Nowhere. Dat is dan grappig als ik het terug te luisteren. Ja. En dan zing ik automatisch de koortjes weer mee. Ja. Wat achter de lead vocals zit. Dat is ja, die A en O koortjes en de antwoordjes. Dat vind ik dan op een of andere manier blijkbaar het leukste. Want dat zit je dan weer dat mee te doen. Dat is wel duidelijk. Gekkigheid eigenlijk. Nee, maar dat is mooi. Want dat is juist, het vult zo op. Ik denk van, meestal heb je gewoon dat iemand de tekst zingt. Maar ja, er zit altijd iets... Ja, dat is ook het leukste om te doen. Koortjes is ook het leukste om te doen. Veel, en het is ook echt veel middel. Het is echt, dat opvalt. Echt mooi. Ja. Ik hou ervan. Ja. Top. Nou, Sjoerd. Het zit erop. Het zit erop. Ja.
Of ben je nog, of zit je nog brandend op een verhaal dat je nog echt wil even delen met ons? Of zeg je van, nou, ik denk dat ik genoeg gesproken heb. En dat is ook een herhaling, maar wel zeer gemeen. Dit is echt te gek hoor, wat jullie hier neerzetten met die studio en dat soort dingen. Dus ik had compliment volgens mij al gemaakt, maar ik vind het zeer terecht om dat nog een keer te doen. Ik hoop dat iedereen die jullie uitnodigen uit de radiowereld hier naartoe komt. Ik kan het iedereen aanraden, want het is echt dik voor elkaar. Gedreven, goed voorbereid, ziet er schitterend uit. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie hier dan, hè, ik ben dat trots op zo'n plaat. Ja. Maar dat jullie dat op die studio moet je extreem trots op zijn. Schitterend zijn we gemaakt. Ook. En ja, het was een rollercoaster hoe we dit gebouwd hebben. Want deels met z'n drieën hebben we dat gedaan, Joris, Joop en ik. Met de deeltijd dat ik nog in China woonde. Ja, ja. Dus het was, ik kon dan zeg maar één keer per drie maanden naar Nederland reizen om dan weer zeg maar de voortgang te zien, hoe Joris en Joop bezig waren geweest. En dan, we moeten dit en dit en dit nog doen. En dan ging ik zeg maar in die drie maanden tijd dat ik weer in China was, weer dingen voorbereiden of zeg maar aangeven van, nou, je kunt het zo en zo, zo doen. Ja. Nou, iedere keer, het was gewoon echt elke keer als je dan terugkwam in Nederland, een verrassing van, wauw. Ja. En ook het hele traject, hoe het gegaan is. Ja. Dus dat je begint met een idee. Ja. En dat je dan voorzichtig stiekem aan Jeroen van Inkel vraagt van, goh, hoe zat het met deze studio? En en hoe dat dan, te gek. En natuurlijk wel gebeld van of het dan mee wilde doen. En eigenlijk van de week zei je pas van dat het officieel de eerste pas is. Ja. Dus ik zei, ik had hem in mij zo. Ik zei, ja, weet je, ik ben heel benieuwd. Maar ik vind het wel, en nogmaals, ik ken me goed genoeg. Ik ga mijn loof halen, slijmgedoe hou ik helemaal niet van. Maar ik vind het wel, ik vind het wel een eer. Om af te trappen. En zeker als mensen als Jeroen genoemd worden. Nou ja, weet je, ik hoop dat er heel veel zullen volgen. En om daar dan bij te zijn, bij dat clubje mensen. Dat vind ik wel een eer. En als je mag aftrappen, dan denk ik zo. Helemaal goed. Zo, dacht ik dan bij mezelf. Een eervolle vervelings. Weet je wat wij zo leuk vinden? Is we hebben altijd gezegd, de zeezende tijd, waar jij dus zeg maar ook naar geluisterd hebt vroeger. Ja, niet zoveel, want het was echt wel. Maar ik luister er zeker aan. Want die laatste wilde ook. Het gaf je net inderdaad aan. Dat is allemaal prima en heel mooi netjes gedocumenteerd door onder andere Ad Bouwman. Ja. En Hugh gelijk in de Stichting Noordernij. Heel veel apparatuur is er nog, heel veel programmabanden zijn er nog. Het hele verhaal is opgeschreven. Maar die voor mij zeg maar hele belangrijke periode zeg maar tijdens de omroeporganisatie en het begin gaan van de commerciële van Veronica. Ja, je ziet versplinterd dingen op internet van iemand die heeft eens een bandje, die uploadt die dat in de groep en is allemaal fantastisch, maar er is nergens een plek waar al die verhalen waar ik net van gesmuld heb, die jij allemaal verteld hebt, er is geen centrale plek waar dit allemaal verzameld is. Ja. En ik wil niet zeggen van nou, dat moeten we hier maar gaan doen. Maar ik wilde wel graag bijdragen. Dit is echt een heel geïnspireerde ruimte om over dat soort dingen te praten. En kijk, jij bent daar ook opgegroeid. Daar bij het muziekpaviljoen en waar deze tafels ook, deze mengtafel dan ook stond. En ik heb daar ook als jongen op gewerkt. Dit was alweer ietsjes ouder dan wat we met de muziekstudio hadden. Ja. Weet je wel, dat waren echt de grote Nieuw. Ik ben wat dat er gaat in de meest mooie apparatuur opgegroeid om mee te werken. Ja. Maar dit is dat ik daar binnen heb. Dat ik binnenkwam net van, ja, verdorie man, ik heb hier. Ja. En hoe lang ik er naar kijk, natuurlijk, ik heb hier toen op gewerkt met Jack Spijkerman nog en met dit en dat en zus. Weet je wel? Dus dat je. Wil je nog even zitten? Nou, ik heb net al stiekem gezeten. Nee, want dan moet ik weer helemaal omlopen. Ik wil ook geen 18 meer. Nee, maar jij zit heel goed op je plek hier, Dennis. Dat is heel goed. Ik vind het mooi om naar te kijken. Het is fijn. Het is gewoon een hele fijne studio. Absoluut. Nee, het is echt te gek. Met die Sony FX machines allemaal en zo. Echt heel goed gedaan dit. Mooi, echt mooi. Knap. Ontzettend echt bedankt, Sjoerd, dat je er was. En, als gezegd, heel graag gedaan. Het serieus was een eer. Dankjewel. Dit was de podcast VOO Studio 3 met onze gast Sjoerd van den Broek. Deze podcast kwam tot stand met medewerking van Sjoerd van den Broek, Joris Strootman, Joop Wessels, Jesse Strootman, Jeroen van Inkel, Peter van Kleij, het Genootschap Radio Jingles & Tunes en Dennis van Bentum.